geval vandaag. Minister Grapperhaus neemt voorlopig de taken van binnen de partij te vinden die hem wil opvolgen. Nou, lijkt me lastig, hè? Nou ja, dat ministerie van Justitie en Veiligheid geworden. De een naar de ander verdwijnt. Ja. Ik denk dat er gaan op dit moment nog niet echt meteen namen rond. Het is allemaal vrij snel gegaan. Maar Rutte zal wel op zoek moeten naar een hele goede manager. Want het ministerie is echt een hoofdpijnministerie. Waar al een paar jaar wordt gewerkt aan een cultuurverandering onder ambtenaren. Zodat ze gewoon beter hun werk doen. En nou ja, die cultuurveranderingen die is blijkbaar nog niet klaar. Nou ja, nou heb je dit natuurlijk ook nog net voor de verkiezingen. Dit kan nooit goed zijn voor de VVD. Nou, dat hoeft niet per se hoor. Om twee redenen. A, Harbers heeft toch wel een beetje de koninklijke weg doorlopen. Er is een fout gemaakt, dat heeft hij ruiterlijk toegegeven en hij heeft die verantwoordelijkheid voor genomen. En de tweede reden is, we hebben al heel veel verkiezingen gehad waarbij vlak van tevoren een VVD'er in de opspraak kwam of in de problemen, op weg moest of wat dan ook. En dat heeft eigenlijk nooit invloed gehad op de verkiezingsuitslag. Dus of dat nou dit keer wel zo zijn, ik vraag me dat af. We zullen het merken. Vanavond zit ook het veelbesproken debat op het programma tussen premier Rutte en Thierry Baudet. Wat verwacht je daarvan? Nou, ik verwacht vooral heel veel theater. Inhoudelijk zal het niet heel erg spannend worden. Maar de twee zullen vooral proberen hun eigen ambtenaar morgen te mobiliseren om op te komen. Door net te doen alsof de wereld vergaat als de ander wordt gekozen. En ik vrees dat het debat daar een beetje in blijft hangen. Dankjewel, Hans. We gaan het zien. Dankjewel. We gooien te veel eten weg. Van een half bakje filet americain tot een handvol gerimpelde aardappeltjes met uitlopers. Wie gaat schatgraven in afval, die vindt etenswaren die nog prima eetbaar zijn. Het voedingscentrum duikt daarom nu in vuilniszakken om te onderzoeken wat we precies weggooien. Ja, foodblogger Suzanne Arends, die is ambassadeur van Verspillingsvrij. Ja. Ook goedemorgen Suzanne, fijn dat je er bent. We gooien nog steeds veel te veel weg, hè? Hoeveel? Hebben we daar een idee van? Volgens mij zit het ergens tussen de 41 en de 42 kilo per persoon per jaar. Ja, ik ben denk, is dat veel? Nou, ga maar eens op de weegschaal staan en kijk maar eens hoeveel 41 kilo is. Dat is echt heel erg. Ja, dat is binnen de helft van mijn gewicht. Ja, precies. Gewoon een halve jurgen weg per jaar. Ja, echt ook halve jurgen gooi je weg per jaar. Ja, dat is wel veel, ja. Maar welke producten gooi je het vaakst weg? Top 3 is brood, zuivel en groenten. Oké, okay, maar wordt het erger het weggooien of wordt het minder erg? Nou ja, ik heb het gevoel dat het erger wordt omdat mensen gewoon makkelijker worden met, ah ja, weet je, ik kan er even niks meer mee, ik heb geen tijd. Nou ja, weet je, dan gooi ik het wel weg. Vroeger waren we, en dat klinkt enorm oude mutserig, maar zuiniger op wat we hadden in huis, want er was niet zo heel veel. Nee. Dus je maakte op wat je gebruikte. En ja, nu is het toch gemak. Maar waar gaat het dan mis? Kopen we te veel in? Vertrouwen we het voedsel minder goed? Waar ligt het aan? Ze maken te grote verpakkingen. Nou, ik denk dat het een combinatie van factoren ook is. Mensen kunnen niet goed inschatten wat ze nodig hebben. Mm-hmm. De manier van bewaren. Ik bedoel, als je eten niet goed koel bewaart, dan gaat het kapot. Ja. Maar ook een houdbaarheidsdatum is niet, je valt niet van de planeet af op het moment dat je het de dag daarna nog gebruikt. En we moeten ook wat meer op onze eigen zintuigen vertrouwen. Ja. Zuivel kun je rustig vaak nog een week na datum. Dat zou dan een van de eerste dingen zijn die ik weg zou kopen. Is dat een commercieel iets? Ja. Ja, met die tenminste houdbaar tot? Ja, het is een marketing iets. Nou, ja. Het is om te garanderen dat het goed is. Dus een fabrikant garandeert dat het tot maar het die is nog altijd 3-4 dagen daarna nog goed te gebruiken. Dus ik ken altijd kaas, dagen erbij op. Als dat schimmel, dan snijd je dat er ook af. En anders heb je altijd nog Imodium. Dat het anders kan, bewijst Nicky Kroon. Met haar zus Jesse leeft ze al 5 jaar zero waste. Zonder afval dus. Dit alles in het kader van haar Zero Waste project. Verslaggever Jelle Akerboom staat nu in haar Zero Waste lifestyle winkel. Jelle, hoe vaak gooi jij beschimmeld brood in de prullenbak? Nou ja, als ik heel eerlijk moet zijn, gebeurt dat best wel een aantal keer per week. Ik koop altijd een half brood. Ja, sorry. En ik heb er ook eentje mee. Vanmorgen vond ik dus mijn kontje brood. En daar zit dan een heel klein beetje schimmel op. En dan denk ik van ja, ik gooi dat maar weg. Maar ja, Nicky, als jij dat hoort, wat denk jij dan? Dan denk ik, nou, dat gaat bij mij niet gebeuren. Nee, ik doe zo min mogelijk aan voedselverspilling. Dus ik bewaar mijn brood op een andere manier dan jij. Waardoor het wat langer vers blijft. En ik eet het eigenlijk altijd wel op. Want in de eerste plaats, wat kan je hier dan nog mee doen? Jij koopt het in ieder geval zonder plastic. Maar wat kan je ermee doen? Er zit een beetje schimmel op een kantje. Dat is dan toch niet meer goed?
Nou, het is in ieder geval niet meer lekker. En op zich ga je van schimmel niet dood. Ik zou, als het echt mijn brood beschimmeld is, ja, dan helaas neem ik er afscheid van. Maar als het een klein beetje is, dan kun je dat er nog wel afhalen en kun je best nog veel doen met oud brood. Dus je kunt natuurlijk denken aan de klassieke dingen zoals tosti's of wentelteefjes. Maar heel oud brood in de blender maakt weer goed paneermeel. Een beetje brood door je soep maakt het wat dikker. Dus zelfs met oud brood kun je best nog wel wat doen. Die neem ik mee, die tips. Heb je nog andere basistips om minder voedsel te verspillen? Nou, het belangrijkste is dat je niet te veel koopt. Dus ja, als je heel veel groente, fruit of wat dan ook inkoopt en dat ligt een beetje te bederven, dat is natuurlijk zonde. Dus koop alleen wat je op gaat eten en weet dan ook wat je in huis hebt. Dus ja, iedereen kent wel het klassieke geval van een plastic zakje met sla wat ligt te verleppen achter je koelkast. Ja, als je weet dat die sla er nog is, eet je hem eerder op. En bewaar hem ook niet in plastic. Dat helpt ook enorm. Ja, en jij en je zus leven al 5 jaar helemaal zero waste. Nul afval, nul plastic. Ja, is dat geen opoffering, zo'n levensstijl? Helemaal niet eigenlijk. Nou hebben wij niet nul afval, want dat kan helaas niet in deze maatschappij. Maar we hebben wel bijna geen afval. En dat hebben we echt stap voor stap gedaan. Dus als je nu denkt, ik ga morgen geen afval meer maken, ja, dat gaat niet lukken. En dan is het zeker een opoffering. Maar als je dat rustig stap voor stap doet en je went een beetje aan wat je doet, net als wij dat hebben gedaan, dan maakt het je leven eigenlijk alleen maar leuker en makkelijker. Nou, klinken als een paar goede tips. Ik ga mijn leven beteren. Dankjewel, Nicky. Nou, we hebben in ieder geval iemand geïnspireerd. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat echt fascinerend als je dat zo kunt doen. Ik probeer het ook wel echt. Maar wij hebben allebei de ideale oplossing voor brood. Dat had het vanochtend erover. Wij doen het in de vriezer. Wij doen het in de vriezer en gebruiken alleen wat we nodig hebben. Ja. Dat gaat goed, doe jij dat met voedsel? Want ja, je bent ook de hele tijd on the go, theater in, theater uit. Nou, ik moet zeggen dat het soms wel lastig is. En dat mijn sla wel achterin ligt. En, oh, die had ik nog. En die heeft dan ook ondanks een goede koelkast, ligt die toch gewoon te rot achterin. Ja, brood in de vriezer, dingen invriezen ook als ik sauzen maak en zo in bakjes. En dan ja, die vergeet ik dan weer. Soort dingen. Die liggen er na een jaar nog in. Ja. Elke 2 weken hebben we een rijsttafel voor alle klikjes. Hoor je wat zij zegt? Ze maakt een Excel-sheet van wat er in de vriezer ligt. Ja, ik ben heel erg hoor. Maar dat is ook omdat ik het anders vergeet. En ik vind het ook gewoon eigenlijk zonde dat ik eten al klaar heb liggen en dan weer iets opnieuw sta te maken wat ik eigenlijk al heb. Ja. Dus het is wat extreem, maar het werkt wel. Ja, het werkt zeker. We gaan eventjes kijken naar een filmpje. Want het Voedingscentrum is dus de campagne begonnen, hè, tegen voedselverspilling. Om inzicht te krijgen in hoeveel voedsel er eigenlijk wordt weggegooid, worden dus nu vuilniszakken uitgeplozen bij onderzoeksbureau Crème. En al het voedsel dat nog eetbaar is, wordt gesorteerd en gewogen. Kijk maar eens mee. Lekker. We zijn bezig met een sorteerproef op het gebied van voedselverspilling. Dat wordt per soort wordt dat gewogen. Dus je kunt ongeveer inschatten hoeveel kilo er van een bepaald soort eten weggegooid wordt. Wat je vaak ziet is gewoon mensen breken iets aan en dan twijfelen ze of het nog goed is en dan gaat de rest weg. Dus mensen gooien veel, ja, een hoop half brood of bolletjes, het schimmelt dan af en toe een beetje. Ja, dus mensen gooien veel brood weg, kom je veel tegen. Ja, maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik dit zie, dit ligt bij mij niet in de prullenbak. Nee. Maar het schijnt dus wel dat we 1 op de 7 winkelwagentjes compleet weggooien. Wow. En je gooit dus gewoon je eigen portemonnee in de vuilnisbak, want daar heb je wel voor betaald. Ja. Dus ik snap het vanuit dat perspectief al niet. Even los van het feit dat het 9 van de 10 keer gewoon nog prima te gebruiken is. Creatief met restjes is gewoon ook leuk. Ja, maar je zei het net ook, groente staat op plek 3 van de meest verspilde voedselproducten. Ja. Maar oude groente, dat wil je toch niet eten? Nee, maar soep is zo gemaakt. En dat kan je van oude groente? Nou ja, van iets wat er niet zo mooi uitziet. Kijk, als het niet lekker is, moet je het weggooien. Ja. Als het beschimmeld is, dan moet je het wegdoen. Alleen mensen gooien vaak iets weg wat nog hartstikke goed te gebruiken is. En of je nou een omeletje maakt of een soepje. Of ik heb er van de week een hartige taart gemaakt met allemaal restjes groenten. French toast met oud brood. Always. Ja. En uur 2 gaan we er nog veel verder op door. Ja. Dankjewel. Ja, in onze krant en de app lees je vandaag ook het hele verhaal met meer cijfers en feiten over ons voedselafval. De trotse ouders van Duncan Lawrence blijken alle vertrouwen gehad te hebben in de overwinning op het Songfestival van hun zoon. Ik zei toen gelijk dat hij ging winnen. Op dat moment, ik ben gebeld door RTL en ik heb gelijk gezegd, ook in dat interview, hij gaat winnen. Hij wordt nummer 1. Toen was ik ook al zo super trots. Dus is dat vanwege het vertrouwen in uw zoon of omdat u het nummer al gehoord had?
was het vanwege het vertrouwen in mijn zoon. Houdt dit nummer op, hoor? Nee. Ah, wat leuk, ja, hè? Het zou erg zijn als je ouders zeiden, nou, het wordt helemaal niets, doe maar niet. Wordt niks met jou, wordt helemaal niet aan. Ik ben, nee. Ik ben wel heel blij. Ik zit nog steeds te genieten van Duncan's overwinning. Jawel toch, zeker. Ja. Goed, dit is ook leuk, want de Utrechtse Gerritje van Bennekom, die is 102 jaar en ze had nog één grote droom, paardrijden. Dankzij een van haar activiteitenbegeleidsters ging die wens gisteren in vervulling. Veel, ja, leuk. Volgende twee jaar. Ja. Nou, volgende week gaat ze parachute springen. Veel mensen ontvangen komende week hun vakantiegeld. Je kan er natuurlijk een heerlijke vakantie mee boeken, maar je kunt er eigenlijk zoveel meer mee. Zet jij je vakantiegeld straks ook direct op je spaarrekening? De vraag is of dat wel zo verstandig is. Want sparen levert niet heel veel op tegenwoordig. Maar wat doe je er dan wel mee? Gebruik je vakantiegeld voor, tada, vakantie, een opleiding of een cursus. En tip 3 is tenslotte, gebruik je vakantiegeld voor meer vrije tijd. Want meer vrije tijd, daar wordt iedereen toch gelukkiger van. Dus wat doe jij met je vakantiegeld? Ik krijg geen vakantiegeld. Ik ook niet. Wij allemaal niet. Nee. Dat moet je zelf overmaken. Hè? Dat moet dat je zelf vakantiegeld. Jezelf cadeau geven. Ja, dat is. Maar goed. Nou, we gaan even showen. Ja, deze week. Yes, doe dit even dan. Yes, hands. Oeh, ja. Deze week ging in Koninklijk Theater Carré Best of Broadway in première. Een concertshow vol parels uit hitmusicals als Chicago, Les Miserables en Wicked. Gebracht door de musicalsterren van Nederland. Ja, Anouk, hoe was de première? Het was te gek. Ja? Ja. Ja, ja, en ik had helemaal geen tijd om echt na te kunnen denken. Nee, hoe lang heb jij gehad om je in deze rol te zetten? 5 dagen. Ja, want laat me het even uitleggen. Je hebt de rol van Pia Douwe zo genoemd. Ja. Pia deed eigenlijk jouw rol. Maar ja, ja, de vader is onlangs overleden. En ja, daar had ze dus nog wat moeite mee om het even zo te zeggen. Ja, en logisch. Ja, maar dan moet je 5 dagen. En ik bedoel, dit zijn geen makkelijke stukken die jullie doen. Nee, absoluut niet. En ik dacht ook, het is een eer om überhaupt gevraagd te worden en grote schoenen te moeten vullen. Maar stonden allemaal achter me en zijn hartstikke lief geweest om mij daar zo goed mogelijk in te begeleiden. En dan sta je ook nog om 4 uur op om hier aan de desk te staan. Ja, dat duurde nog even bij. Ja. Hè? Hoe zit het nu met Pia? Zo ik weet, gaat het goed, stapje voor stapje. Ja. En voor de rest kan ik daar niks over zeggen. Ik heb dan niet. Is ze blij dat jij haar rol vervult? Ja, 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 ze had me meteen bericht en een toi-toi-toi gewenst. Ze zei, ik ben nu ook rustig. En nu kan ik even rustig alles aanpakken. Ja. En daar was ze heel blij mee. Want de verwachting is misschien wel dat zij weer terug zou komen. Dat hoop ik ook, ja. En ja, jij dan? Gaan we jou delen nog zien? Ja, nee, ik maak hem helemaal af en dan gaan we gewoon delen. En dan gaan we dat gewoon met z'n zessen doen. Dan zijn we met z'n zessen, dus dat is hartstikke leuk. En dat precies kan bij een concert. Dus, ja, absoluut. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Nee, de première was te gek. En het waren heel veel nummers. Ik moest 12 nieuwe nummers instuderen. God, en allerlei koorstukken en close harmony dingen. En dat was gewoon de hele tijd gewoon stap voor stap per nummer. Maar zo gaat dat dus, hè? Ja, dat weet ik. Ja, maar wij professionals hebben daar geen last van. Het grote publiek kent jou waarschijnlijk als Zoe Zander uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Mm. Of uit de bioscoop hit Verliefd op Cuba. Mm-hmm. Ja, samen met Rolf Santjes gemaakt. Mm-hmm. Maar Anouk Maas is bovenal musicalster in hart en nieren. Dit is La Casa Vol. Is beauty toch? Ja, links. Oh, echt? Ja. Oh, wat heerlijk. Ja, zo wil ik natuurlijk wel wakker worden. Waar is jouw liefde voor musicals eigenlijk begonnen? Ik wou eigenlijk altijd al danseres worden, ballerina. En toen was ik 4 en ging ik naar balletschool. En vervolgens werd ik, toen ik 8 werd, aangenomen op een vooropleiding. Dus dan train je echt 20 uur in de week om vervolgens naar Den Haag te gaan en Nationaal Ballet. Hè, als dat allemaal mee heb zit. Heb ik ook gedaan dan. En hele strenge echt. Ja. Nee, ik heb anderhalf jaar jazzballet gedaan, maar dat was ook alles. Ken je de jazzhands nog wel? Ja, nee. En op een gegeven moment waren ze aan het scouten, was ik 11 voor Annie.
En toen heb ik auditie daarvoor gedaan en toen werd ik Annie. En toen dacht ik, oh, ik vind zingen en acteren eigenlijk ook wel heel erg leuk. En zo is dat eigenlijk, ben ik daarbij... Je hebt een dansopleiding gedaan in New York, Elvin Ailey? Nee. Ik heb daar gewoon workshops en lessen en zo gevolgd. En in Londen heb ik op het Arts Education heb ik een tijdje gezeten. Oké, cool. Ja, dan zit je dan midden in New York, het kloppend hart van Broadway. Ja. Hoe was dat? Ja, als je in New York bent geweest, dan weet je gewoon, dat bruist gewoon van energie. Dat is gewoon ongoing, 24/7, al die lichten en die lampen. En dat draait ook gewoon, het centrum is dus Times Square en Broadway met al die affiches en posters van theater. Ja. Dat ademt gewoon theater. Dus ja, ik krijg er gewoon enorme energie van. En ik, dan wil je alleen maar meer en dan ga je gewoon shows kijken. Ja. Heb jij wat met musical? Heel erg. Ja? Goed. Hardcore fan. Ik zie je ook Lundrit, een beetje fangirl. Ja, ik kijk weer. Mij durf je het niet te vragen, hè? Nee, ik vraag het zo niet. Nee. Ja, die gaat alleen maar naar western shows. Maar goed, stel nou dat je één avond op Broadway zou mogen staan en je mag één musical spelen. Welke zou dat dan worden? Dat vind ik heel moeilijk. Ik denk, Angelica ik vind, en Hamilton? Die is zeker. Zeker, zeker Angelica en Hamilton. Maar dan wil ik eigenlijk ook zeggen Elle Woods en Legally Blonde. Omdat ik dat heel grappig vind. Dat vind ik nou wel leuk. Dan zou ik meteen komen kijken. En Glinda en Wicked. Omdat het ook wel Glinda, die is ook een hele leuke rol. Ja, dat vind ik leuk. Welke vind je van deze show het leukste nummer om te doen? Met Willemijn uit Sideshow. Dan zingen wij een duet, I'll Never Leave You. Fantastisch. Hey, want hij is vrij kortlopend, hè? Hij loopt maar een maand. Ja, tot en met 16 juni. We hebben nog 20 voorstellingen. Ja. Wauw. Is het niet. Nee. De musicalliefhebbers kunnen jou de komende weken nog zien in Best of Broadway. De voorstelling tour nog tot en met 16 juni langs de Nederlandse theaters. En geef Freek een knuffel van als je weer aan het werk bent. Ga ik zeker doen. Oké. Elke week gaat René van social media platform Rumach speciaal voor ons de straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week is hij in Apeldoorn. René, wat is de quote van vandaag? Goedemorgen, ik ben bedolven onder de politieke mensen. Zou jij de quote van mij willen voorlezen? Ik wil de quote voorlezen. Game of Thrones gezien, kut hè. Misschien toch maar gebruik maken van je stemrest morgen. Ja, tuurlijk. Ja, nou, dat vinden ze zeker. Wat vond je van Game of Thrones? Ja, ik zit nog maar bij seizoen 5, dus ik ben nog niet helemaal klaar. Ik zou daar blijven. Wat vond jij ervan? Ik moet alle seizoenen nog zien, dus ik weet er helemaal niks van. Dus, en moeten we stemmen morgen? Altijd. Sowieso altijd stemmen. En waarom? Liefst op mij. Omdat je stem belangrijk is en dan heb je invloed. Goed, en waarom moeten we bij jou stemmen? Omdat wij voor een groen en gewoon sociaal Europa zijn. Nou, je hoort het, we moeten vooral stemmen op een nieuw seizoen van Game of Thrones. Vanochtend hebben we ook al mensen gevraagd en daar gaan we nu even naar kijken. Dank jullie wel. Game of Thrones gezien, kut hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrecht morgen? Heb je Game of Thrones gezien? Nee. Nee, daar kijk ik niet naar. Niks aan? Ik zou niet eens weten waar ik het zou kunnen vinden op televisie. Ga je het wel kijken? Ik denk het ook niet. Game of Thrones wel gezien, ja. Kut einde? Ja. Op zich. Ga je petitie tekenen? Ja, heeft niet heel veel zin als je 17 bent. Je kan toch wel petitie tekenen voor Game of Thrones? Ja, petitie tekenen, maar ja. Om het nodig? Alleen te doen? Nee, niet zo. Gaat u morgen stemmen? Nee. Toch belangrijk, ook voor u? Nou, maar ik ga niet stemmen. U gaat niet stemmen? Nee. Geen behoefte aan? Nee. Weet u wel waarvoor we moeten stemmen morgen? Nee, ik moet niet meer bezig houden. Jammer genoeg, ik moet weg. Ik moet werken morgen. Jammer dan. Wegstem. Wegstem, ja. Helaas. Elke stem is belangrijk. Gebruik je stemrecht. Moet je wel doen, want anders wordt het net zo'n zootje hier als in de Game of Thrones. Doet hij weer leuk, hè? Ja. Nou, Nederland mag het Songfestival organiseren en grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Maastricht, Eindhoven ook. Ik vind op zijn minst dat wij in dat rijtje thuis horen. Ja, ik vind Almere ook. Ja, die duiken er gelijk bovenop. Maar wordt dit niet eens tijd voor een underdog? Roel Maldering trok voor het Foxpop of voor Foxpop naar het Gelderse Lochem. Gefeliciteerd met Duncan Lawrence. Dankjewel. Het Songfestival. Ja, zeker. En dat betekent dat we het ook zelf mogen organiseren. In Lochem. Lochem? Lochem. Songfestival in Lochem? Ja, waarom niet, hè? Hello, Eurovision. Hello, Eurovision. You people, you can all come to Lochem. Herzlich welkom. Welkom in Lochem. Book your tickets and come. Come over here. See you.
Ja, dat duurt toch meteen? Ja, ik, ja, ik ga voor Lochem. Ja. Ik ben om. Ik ga voor Lochem. Dit en weer vandaag op onze site. Het wordt een stuk zonniger dan gisteren. Maximaal 18 graden en daardoor kans op hooikoorts. Ja, sorry hoor. Tot 9:30 zijn we er bij de aftershow to go. Oké, okay, nu pas vliegt toch Willem. Heel goed. En ik zou zeggen, blijf kijken. Jongens, we gaan zo verder. Blijf je nog even hangen? Ja, gezellig. Gezelligheid. Tot zo. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. Een restje kip, een beetje lasagne of die boterham die niet meer vers is. We gooien altijd nog te veel weg. Daarom laat het voedingscentrum nu vuilniszakken leeghalen om de consument daarop te wijzen. Foodblogger Suzanne Arets maakt er een sport van om geen voedsel te verspillen. Ja, en we hebben vandaag 2 musicalsterren in de uitzending staan. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ja, ja, cool, hè? Hello, Dolly. Ja, ja, ja. Onze Jurgen zit daar gewoon in een van de hoofdrollen. En vanaf volgend jaar kunnen we jou daar allemaal gaan. Kom je kijken? Ja, als je me uitnodigt wel. Ik ga je zeker uitnodigen. Maar we hebben er nog één vandaag. Want we hebben ook aan de desk Anouk Maas. En die kan er ook wat van. Want sinds deze week schittert ze in de theatershow Best of Broadway. Ja, Anouk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw favoriete Broadway-show? Oh, god, die vraag heb ik al heel vaak gekregen. Vind ik Hello, Dolly, lastig. Natuurlijk. Nou, heb je dat? Ik zou het bijna zeggen. Ja. Ik zag je die haal doen. Ik zag al met nee, herfst. Nee. jeetje, ik vind het lastig. Maar ik vond Hamilton echt fantastisch. Hamilton, ja. En The Color Purple vind ik ook echt. Die heb ik op Broadway gezien. En met ook Jennifer Hudson en Cynthia Erivo. En dat was subliem. Cadeautjes. Ja, cadeautjes. Goed, straks meer erover. De provincie Groningen is zojuist getroffen door een aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag in Westerwijtwerd, een dorp in de gemeente Loppersum. Over eventuele schade is nog niets bekend op dit moment. We hebben aan de telefoon Diana Noorbergen. Goedemorgen, Diana. Dat was lekker wakker worden vanochtend daar. Nou, dat dacht ik even niet. Hoe ging dat? Vertel. Ik lag net een uurtje te slapen of zo. En je wordt gewoon helemaal uit je bed getrild. Alles begint hier te kraken en te doen. Nou, dat is echt niet lekker wakker worden. Nee, dat is heel angstig, lijkt me. Dat wil je niet meemaken. Helemaal niet als je niet snel je bed uit kan of wat dan ook. En je zit aan je rolstoel gekluisterd. Oh, ja. Dan is dat best wel eng. Ja. Hebben jullie ook al schade kunnen opmeten? Of heb je idee hoeveel schade je hebt aan je huis? Nou, ik heb al heel veel schade, maar mijn schade waar ik dus voor getekend heb, krabbelen ze nou voor terug. En ze willen het niet herstellen. Dus dat is ook allemaal een beetje vreemd. Ja. Succes en heel veel sterkte in elk geval vandaag. Minister Grapperhaus neemt voorlopig de taken van staatssecretaris Mark Harbers over. Die diende gistermiddag na een lang debat zijn ontslag in. Het ging allemaal fout hier, want het licht viel uit en er ziet er veel uit. Na maar het geluid gaat wel door. Is er ook de aardbeving hier, In Rotterdam hebben we dus aangeschreven. Maar ik zal het artikel dan gewoon zo moeten lezen. De aanleiding was natuurlijk vorige week vrijgegeven cijfers over incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren. Daarbij bleken zware delicten als moord en mishandeling onder het kopje overig te staan. Ja. Hoe verzinnen ze het? We zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Hebben we nog een instart, jongens? We gaan ook even kijken of we nog een live verbinding hebben met de chef politiek van onze krant, Hans van Soest. Ah, kunnen we die al horen en zien? Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Weer een VVD, die moet opstappen bij het ministerie. Is er nog iemand binnen de partij te vinden die hem wil opvolgen? Nou, lijkt me lastig, hè? Ja. Nou ja, dat ministerie van Justitie en Veiligheid is zo langzamerhand een Bermuda-driehoek van bewindslieden geworden. De een naar de ander verdwijnt. Ja. Ik denk dat er gaan op dit moment nog niet echt meteen namen rond. Het is allemaal vrij snel gegaan. Maar Rutte zou wel op zoek moeten naar een hele goede manager. Want het ministerie is echt een hoofdpijnministerie. Waar al een paar jaar wordt gewerkt aan een cultuurverandering onder ambtenaren. Zodat ze gewoon beter hun werk doen. En nou ja, die cultuurveranderingen die is blijkbaar nog niet klaar. Nou ja, nou heb je dit natuurlijk ook nog net voor de verkiezingen. Dit kan nooit goed zijn voor de VVD.
Nou, dat hoeft niet per se hoor. Om twee redenen. A, Harbers heeft toch wel een beetje de koninklijke weg doorlopen. Hij heeft een fout gemaakt, dat heeft hij ruiterlijk toegegeven en hij heeft die verantwoordelijkheid voor genomen. En de tweede reden is, we hebben al heel veel verkiezingen gehad waarbij vlak van tevoren een VVD'er in de opspraak kwam of in de problemen, op weg moest of wat dan ook. En dat heeft eigenlijk nooit invloed gehad op de verkiezingsuitslag. Dus of dat nou dit keer wel zo zou zijn, ik vraag me dat af. We zullen het merken. Vanavond zit ook het veelbesproken debat op het programma tussen premier Rutte en Thierry Baudet. Wat verwacht je daarvan? Nou, ik verwacht vooral heel veel theater. Inhoudelijk zal het niet heel erg spannend worden. Maar de twee zullen vooral proberen hun eigen ambtenaar morgen te mobiliseren om op te komen. Door net te doen alsof de wereld vergaat als de ander wordt gekozen. En ik vrees dat het debat daar een beetje in blijft hangen. Dankjewel, Hans. We gaan het zien. Dankjewel. We gooien te veel eten weg. Van een half bakje filet americain tot een handvol gerimpelde aardappeltjes met uitlopers. Wie gaat schatgraven in afval, die vindt etenswaren die nog prima eetbaar zijn. Het voedingscentrum duikt daarom nu in vuilniszakken om te onderzoeken wat we precies weggooien. Ja, foodblogger Suzanne Arends, die is ambassadeur van Verspillingsvrij. Ja. Ook goedemorgen Suzanne, fijn dat je er bent. We gooien nog steeds veel te veel weg. Hè? Hoeveel? Hebben we daar een idee van? Volgens mij zit het ergens tussen de 41 en de 42 kilo per persoon per jaar. Ja, ik ben denk, is dat veel? Nou, ga maar eens op de weegschaal staan en kijk maar eens hoeveel 41 kilo is. Dat is echt heel erg. Ja, dat is binnen de helft van mijn gewicht. Ja, precies. Gewoon een halve jurgen weg per jaar. Ja, echt ook halve jurgen gooi je weg per jaar. Ja, drie kwart van mij. Ja, dat is wel veel, ja. Maar welke producten gooi je het vaakst weg? Top drie is brood, zuivel en groenten. Oké, okay. Maar wordt het erger het weggooien of wordt het minder erg? Nou, ik heb het gevoel dat het erger wordt omdat mensen gewoon makkelijker worden met, ah ja, weet je, ik kan er even niks meer mee, ik heb geen tijd. Nou ja, weet je, dan gooi ik het wel weg. Vroeger waren we, en dat klinkt enorm oude mutserig, maar zuiniger op wat we hadden in huis, want er was niet zo heel veel. Nee. Dus je maakte op wat je gebruikte. En ja, nu is het toch gemak. Maar waar gaat het dan mis? Kopen we te veel in? Vertrouwen we het voedsel minder goed? Waar ligt het aan? Ze maken te grote verpakkingen. Nou, ik denk dat het een combinatie van factoren ook is. Mensen kunnen niet goed inschatten wat ze nodig hebben. Mm-hmm. De manier van bewaren. Ik bedoel, als je eten niet goed koel bewaart, dan gaat het kapot. Ja. Maar ook een houdbaarheidsdatum is niet. Je valt niet van de planeet af op het moment dat je het de dag daarna nog gebruikt. En we moeten ook wat meer op onze eigen zintuigen vertrouwen. Ja. Zuivel kun je rustig vaak nog een week na datum. Dat zou dan een van de eerste dingen zijn die ik weg zou commercieel iets hoor. Ja, ja, zuivelmakkie. Met die tenminste. Ja, het is een marketing iets. Nou, ja. Het is om te garanderen dat het goed is. Dus een fabrikant garandeert dat het tot die datum goed is. Maar het is altijd 3-4 dagen daarna nog goed te gebruiken. Dus ik ken altijd kaas, dagen erbij over. Als dat schimmel dan snijd je dat er ook af. En anders heb je altijd nog Imodium. Dat het anders kan, bewijst Nicky Kroon. Met haar zus Jesse leeft ze al 5 jaar zero waste. Zonder afval dus. Dit alles in het kader van haar zero waste persoon. Jacke komt nu in haar zero waste. Jelle, pak gooi jij beschimmeld brood in de prullenbak? Ja, heel eerlijk moet gebeuren een aantal keer. Ik had een brood. Ja, sorry. Ik heb er ook eentje mee. Vanmorgen vond ik dus mijn kontje brood. Er zit dan een heel een beetje op. Ja, ik gooi dat maar weg. Maar ja, Nicky, als jij dat hoort, wat denk jij dan? Dan denk ik, nou, dat gaat bij mij niet gebeuren. Nee, ik doe zo min mogelijk aan voedselverspilling. Dus ik bewaar mijn brood op een andere manier dan jij. Waardoor het wat langer vers blijft en eet het altijd wel op. Eerst kan je dan met een eet op zonder plastic, maar ja. Er zit een beetje schimmel op en één kantje. Dat is toch niet meer goed.
Nou, in ieder geval meer lekker. En ga je helemaal niet. Als het echt rood beschimmeld is, ja, dan helaas neem ik er afscheid van. Maar als het een klein beetje is, dan kun je dat er nog wel afhalen. Ik heb nog veel meer. Dus je kunt aan de klassieke dingen zoals stilthees, maar brood en er meer. Je brood soep maakt dikker. Dus als mijn oud kun je nog Ik neem die andere tips om er terug. Het belangrijk is dat je niet verkoopt. Als je heel veel roept of dan eet en te bederven, dus alleen op dit en eet dan in huis hebt. Dus die te kennen dat ik gewoon een zakje maar wat te hebben achter de koelkast. Ja, als je weet, sla er nog eens eerder op. En bewaar hem ook niet in plastic, dat is ook norm. Ja, en jij en zus leven over jaar helemaal zero. No afval, no plastic. Ja, is dat geen opoffering van levensstijl? Helemaal niet eigenlijk. Nou hebben wij niet nul afval, want dat kan helemaal helaas niet in deze maatschappij. Maar we hebben wel bijna geen afval. En dat hebben we echt stap voor stap gedaan. Dus als je nu denkt, ik ga morgen geen afval meer maken. Ja, dat gaat niet lukken. En dan is het zeker een opoffering. Maar als je dat rustig stap voor stap doet. En je went een beetje aan wat je doet. Net als wij dat hebben gedaan. Dan maakt het je leven eigenlijk alleen maar leuker en makkelijker. Nou, klinken als een paar goede tips. Ik ga mijn leven beteren. Dankjewel, Nikki. Nou, we hebben in ieder geval iemand geïnspireerd. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat echt fascinerend als je dat zo kunt doen. Ik probeer het ook wel echt. Maar, nou, maar wij hebben allebei de ideale oplossing voor brood. Dat had het vanochtend erover. Wij doen het in de vriezer. Wij doen het in de vriezer en gebruiken alleen wat we nodig hebben. Ja. Dat gaat goed, doe jij dat met voedsel? Want ja, je bent ook de hele tijd on the go, theater in, theater uit. Nou, ik moet zeggen dat het soms wel lastig is. En dat mijn sla wel achterin richting... Oh, die had ik nog. En die heeft dan ook ondanks een goede koelkast... ligt die toch gewoon te rot achterin. Brood in de vriezer, dingen invriezen ook als ik sauzen maak en zo in de bakjes. En dan ja, die vergeet ik dan dat weer. Soort dingen. Die liggen er na een jaar nog in. Elke twee weken hebben we een rijsttafel voor alle klikjes. Hoor je wat zij zegt? Ze maakt een Excel-sheet van wat er in de vriezer ligt. Ja, ik ben heel erg hoor. Maar dat is ook omdat ik het anders vergeet. En ik vind het ook gewoon eigenlijk zonde dat ik eten al klaar heb liggen... En dan weer iets opnieuw staat te maken wat ik eigenlijk al heb. Ja. Dus het is wat extreem, maar het werkt wel. Ja, het werkt zeker. We gaan eventjes kijken naar een filmpje. Want het Voedingscentrum is dus de campagne begonnen tegen voedselverspilling. Om inzicht te krijgen in hoeveel voedsel er eigenlijk wordt weggegooid... worden dus nu vuilniszakken uitgeplozen bij onderzoeksbureau Krem. En al het voedsel dat nog eetbaar is, wordt gesorteerd en gewogen. Kijk maar eens mee. Lekker. We zijn bezig met een sorteerproef op het gebied van voedselverspilling. Dan wordt per soort wordt dat gewogen. Dus je weet, je kunt ongeveer inschatten hoeveel kilo er van een bepaald soort eten weggegooid wordt. Wat je vaak ziet is gewoon mensen breken iets aan en dan twijfelen ze of het nog goed is en dan gaat de rest weg. Dus mensen gooien veel, half brood of bolletjes, het schimmelt nog af een beetje. Ja, dus mensen gooien veel brood weg, kom je veel tegen. Ja, maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik dit zie, dit ligt bij mij niet in de prullenbak. Nee. Maar het schijnt dus wel dat we 1 op de 7 winkelwagentjes compleet weggooien. Wow. En je gooit dus gewoon je eigen portemonnee in de vuilnisbak, want daar heb je wel voor betaald. Ja. Ja. Dus ik snap het vanuit dat perspectief al niet. Even los van het feit dat het 9 van de 10 keer gewoon nog prima te gebruiken is. Creatief met restjes is gewoon ook leuk. Ja, maar je zei het net ook, groente staat op plek 3 van de meest verspilde voedselproducten. Ja. Ja. Maar oude groente, dat wil je toch niet eten? Nee, maar soep is zo gemaakt. En dat kan je van oude groente? Nou ja, van iets wat er niet zo mooi uitziet. Kijk, als het niet lekker is, moet je het weggooien. Ja, ja. Als het beschimmeld is, dan moet je het wegdoen. Alleen mensen gooien vaak iets weg wat nog hartstikke goed te gebruiken is. En of je nou een omeletje maakt of een soepje. Of ik heb er van de week een hartige taart gemaakt met allemaal restjes groenten. French toast met oud brood. Always. Ja. In uur 2 gaan we er nog veel verder op door. Ja. Dankjewel. Ja, in onze krant en de app lees je vandaag ook het hele verhaal met meer cijfers en feiten over ons voedselafval. De trotse ouders van Duncan Lawrence blijken alle vertrouwen gehad te hebben in de overwinning op het Songfestival van hun zoon. Ik zei toen gelijk dat hij ging winnen. Op dat moment, ik ben gebeld door RTL en ik heb gelijk gezegd, ook in dat interview, hij gaat winnen. Hij wordt nummer 1. Toen was ik ook al zo super trots. Dus, Is dat vanwege het vertrouwen in uw zoon of omdat u het nummer al gehoord had? Dat is het vanwege het vertrouwen in mijn zoon. Hij had u het nummer al gehoord? Nee. Ah, wat leuk, hè? Het zou erg zijn als je ouders zeiden, het wordt helemaal niets, doe maar niet. Wordt niks met jou beginnen, niet aan. Ik ben wel heel blij. Ik zit nog steeds te genieten van Duncan's overwinning. Jawel, toch? Zeker. Ja. Goed, dit is ook leuk. Want de Utrechtse Gerritje van Bennekom, die is 102 jaar. En ze had nog één grote droom, paardrijden. Dankzij een van haar activiteitenbegeleidsters ging die wens gisteren in vervulling.
veel. Ja, leuk. Dat, volgende ja, 2 jaar. Ja. Ja. Nou, volgende week gaat ze parachute springen. veel mensen ontvangen komende week hun vakantiegeld. Je kan er natuurlijk een heerlijke vakantie mee boeken, maar je kunt er eigenlijk zoveel meer mee. Zet jij je vakantiegeld straks ook direct op je spaarrekening? De vraag is of dat wel zo verstandig is. Want sparen levert niet heel veel op tegenwoordig. Maar wat doe je er dan wel mee? Gebruik je vakantiegeld voor, tadaa, vakantie, een opleiding of een cursus. En tip 3 is tenslotte, gebruik je vakantiegeld voor meer vrije tijd. Want meer vrije tijd, daar wordt iedereen toch gelukkiger van. Dus ik wat zeg, doe jij met je vakantiegeld? Ik krijg geen vakantiegeld. Ik ook niet. Wij allemaal niet. Nee. Dat moet je zelf overmaken. Hè? Dan moet dat je jezelf cadeau ja, geven. Ja. Dus. Ja. Maar goed. Nou, we gaan even showen. Ja, deze week. Yes, doe dit even dan. Yes, and... ja. Deze week ging in Koninklijk Theater Carré Best of Broadway in première. Een concertshow vol parels uit hitmusicals als Chicago, Les Misérables en Wicked. Gebracht door de musicalsterren van Nederland. Ja, Anouk, hoe was de première? Het was te gek. Ja? Ja. Ja, ja, en ik had helemaal geen tijd om echt na te kunnen denken. Nee, hoe lang heb jij gehad om je in deze rol te zetten? 5 dagen. Ja, want ja, laat me het maar even uitleggen. Je hebt de rol van Pia Douwe zo genoemd. Pia, ja. Pia deed eigenlijk jouw rol, maar ja, ja, de vader is onlangs overleden. Ja. Ja, daar had ze dus nog wat moeite mee om het even ja, zo ja, te zeggen. Ja, en logisch. Ja, maar dan moet je 5 dagen. En ik bedoel, dit zijn geen makkelijke stukken die jullie doen. Nee, absoluut niet. En ik dacht ook, het is een eer om überhaupt gevraagd te worden en grote schoenen te moeten vullen. Maar stonden allemaal achter me en zijn hartstikke lief geweest om mij daar zo goed mogelijk in te begeleiden. En dan sta je ook nog om 4 uur op om hier aan de desk te staan. Ja. Dat zie je er nog even bij. Ja. Hè? Hoe zit het nu met Pia? Zo ik weet gaat het goed, stapje voor stapje. Ja. En voor de rest kan ik daar niks over zeggen. Ik heb dan niet... Is ze blij dat jij haar rol vervult? Ja, ja. Ja, ze had me meteen bericht en een toi-toi-toi gewenst. Ze zei, ik ben nu ook rustig. Oh, nu kan ik even rustig alles aanpakken. Ja. En daar was ze heel blij mee. Want de verwachting is misschien wel dat zij weer terug zou komen. Ja, nou, dat hoop ik ook, ja. En ja, jij dan? Gaan we jou delen. Nog zien? Ja, nee, ik maak hem helemaal af en dan gaan we gewoon delen. En dan gaan we dat gewoon met z'n zessen doen. Dan zijn we met z'n zessen, dus dat, ja, dat is hartstikke leuk. En dat kan bij een concert. Dus, ja, absoluut. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Nee, de première was te gek. En het waren heel veel nummers. Ik moest 12 nieuwe nummers instuderen. En allerlei koorstukken en close harmony dingen. En dat was gewoon de hele tijd gewoon ja, stap voor stap per nummer. Maar zo gaat dat dus, hè? Ja. Dat weet ja, jij, hè? De ja, danspasjes. Dat weet ik, ja, maar wij professionals hebben daar geen last van. Het grote publiek kent jou waarschijnlijk als Zoe Zander uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Mm. Of uit de bioscoop hit Verliefd op Cuba. Mm-hmm. Ja, samen met Rolf Santjes gemaakt. Mm-hmm. Maar Anouk Maas is bovenal musicalster in hart en nieren. Dit is lekker uit het vol. Dat zegt het hart, dat klopt in mij. Is beauty toch? Ja, links. Oh, echt? Ja. Oh, wat heerlijk. Ja, ja. Ja. Zo kun je wel wakker worden. Maar is jouw liefde voor musicals eigenlijk begonnen? Ik wou eigenlijk altijd al danseres worden, ballerina. En toen was ik 4 en ging ik naar balletschool. En vervolgens werd ik, toen ik 8 werd, aangenomen op een vooropleiding. Dus dan train je echt 20 uur in de week om vervolgens naar Den Haag te gaan en Nationaal Ballet. Hè, als dat allemaal mee heb zit. Heb ik ook gedaan dan. En hele strenge echt. Ja. Nee, ik heb 1,5 jaar jazzballet gedaan, maar dat was ook alles. ken je de jazzhands? Ja, ja. Nee, op een gegeven moment waren ze aan het scouten, was ik 11 voor Annie. En toen heb ik auditie daarvoor gedaan en toen werd ik Annie. En toen dacht ik, oh, ik vind zingen en acteren eigenlijk ook wel heel erg leuk. En zo is dat eigenlijk, ben ik daarbij bij. Je hebt een dansopleiding gedaan in New York, Elvin Ailing? Nee. Ik heb daar gewoon workshops en lessen en zo gevolgd. En in Londen heb ik op het Arts Education heb ik een tijdje gezeten. Oké, okay, cool. Ja, dan zit je dan midden in New York, het kloppend hart van Broadway. Ja. Hoe was dat?
Ja, als je in New York bent geweest, dan weet je gewoon, dat bruist gewoon van energie. Dat is gewoon ongoing, 24/7, al die lichten en die lampen. En dat draait ook gewoon, het centrum is dus Times Square en Broadway met al die affiches en posters van theater. Dat ademt gewoon theater. Dus ja, je krijgt er gewoon enorme energie van. En ik, dan wil je alleen maar meer en dan ga je gewoon shows kijken. Ja. Heb jij wat met musical? Heel erg. Ja? Goed, hardcore fan. Ik zie je ook glunderen. Beetje fangirl. Ja, mij durf je het niet te vragen, hè? Nee, ik vraag het zo niet. Ja, die gaat alleen maar naar western shows. Maar goed, stel nou dat je één avond op Broadway zou mogen staan en je mag één musical spelen. Welke zou dat dan worden? Oh, dat vind ik heel moeilijk. Ik denk, Angelica ik vind, in Hamilton? Die is zeker. Zeker Angelica in Hamilton. Maar dan wil ik eigenlijk ook zeggen Elle Woods en Legally Blonde. Omdat ik dat heel grappig vind. Dat vind ik nou wel leuk. Dan zou ik meteen komen kijken. En Glinda in Wicked. Omdat het ook Glinda, die is ook een hele leuke rol. Ja, dat vind ik leuk. Welke vind je bij deze show het leukste nummer om te doen? Met Willemijn uit Sideshow. Dan zingen wij een duet, I'll Never Leave You. Fantastisch. Okay. Hey, want hij is vrij kortlopend, hè? Hij loopt maar een maand. Ja, tot en met 16 juni. We hebben nog 20 voorstellingen. Ja. Wauw. Is het niet. Is het niet, nee. De musical-liefhebbers kunnen jou de komende weken nog zien in Best of Broadway. De voorstelling toert nog tot en met 16 juni langs de Nederlandse theaters. En geef Freek een knuffel voor als je weer aan het werk bent. Ga ik zeker doen. Oké. Okay. Elke week gaat René van social media platform Rumach speciaal voor ons de straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week is hij in Apeldoorn. René, wat is de quote van vandaag? Goedemorgen. Ja, ik ben bedolven onder de politieke mensen. Zou jij de quote van mij willen voorlezen? Ik wil de quote voorlezen. Game of Thrones gezien. Kut, hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrest morgen. Ja, tuurlijk. Ja, nou, dat vinden ze zeker. Wat vond je van Game of Thrones? Ja, ik zit nog maar bij seizoen 5, dus ik ben nog niet helemaal klaar. Ik zou daar blijven. Wat vond jij ervan? Ik moet alle seizoenen nog zien, dus ik weet er helemaal niks van. Dus, Okay, en moeten we stemmen morgen? Altijd. Sowieso altijd stemmen. En waarom? Liefst op mij. Omdat je stem belangrijk is en dan heb je invloed. Goed, en waarom moeten we op jou stemmen? Omdat wij voor een groen en gewoon sociaal Europa zijn. Nou, je hoort het, we moeten vooral stemmen op een nieuw seizoen van Game of Thrones. Vanochtend hebben we ook al wat mensen gevraagd en daar gaan we nu even naar kijken. Dank jullie wel. Game of Thrones gezien, kut hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrecht morgen? Heb je Game of Thrones gezien? Nee. Nee, daar kijk ik niet naar. Niks aan? Ik zou niet eens weten waar ik het zou kunnen vinden op televisie. Ga je het wel kijken? Ik denk het ook niet. Game of Thrones wel gezien, ja. Kut einde? Ja. Op zich. Ga je petitie tekenen? Ja, heeft niet heel veel zin als je 17 bent. Je kan toch wel petitie tekenen voor Game of Thrones? Ja, petitie tekenen, maar ja. Om het nodig? Alleen te doen? Nee, niet zo. Gaat u morgen stemmen? Nee. Toch belangrijk, ook voor u? Nou, maar ik ga niet stemmen. U gaat niet stemmen? Nee. Geen behoefte aan? Nee. Weet u wel waarvoor we moeten stemmen morgen? Nee, ik moet niet mee bezig houden. Jammer genoeg, ik moet weg. Ik moet werken morgen. Jammer dan. Wegstem. Wegstem, ja. Helaas. Elke stem is belangrijk. Gebruik je stemrecht. Moet je wel doen, want anders wordt het net zo'n zootje hier als in de Game of Thrones. Doet hij weer leuk, hè? Ja. Nou, Nederland mag het Songfestival organiseren en de grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Maastricht, Eindhoven ook. Ik vind op zijn minst dat wij in dat rijtje thuis horen. Ja, ik vind Almere ook. Die duiken er gelijk bovenop. Maar wordt dit niet eens tijd voor een underdog? Roel Maldering trok voor Foxpop naar het Gelderse Lochem. Gefeliciteerd met Duncan Lawrence. Dankjewel. Het Songfestival. Ja, zeker. En dat betekent dat we het ook zelf mogen organiseren. In Lochem. Lochem? Lochem. Songfestival in Lochem? Ja, waarom niet, hè? Hello, Eurovision. Hello, Eurovision. You people, you can all come to Lochem. Herzlich welkom. Welkom in Lochem. Book your ticket and come. Come over here. See you. Ja, dat duurt toch meteen? Ik ga voor Lochem. Ja. Ik ga voor Lochem. Dit en weer vandaag op onze site. Het wordt een stuk zonniger dan gisteren. Maximaal 18 graden en daardoor kans op hooikoorts. Ja, sorry hoor. Tot 9:30 zijn we er bij de aftershow to go. Oké, nu pas vliegt toch Willem. Heel goed. En ik zou zeggen, blijf kijken. Jongens, we gaan zo verder. Blijf je nog even hangen? Ja, gezellig. Gezelligheid. Tot zo.
Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. Een restje kip, een beetje lasagne of die boterham die niet meer vers is. We gooien nog altijd te veel weg. Daarom laat het voedingscentrum nu vuilniszakken leeghalen om de consument daarop te wijzen. Foodblogger Suzanne Arets maakt er een sport van om geen voedsel te verspillen. Ja, en we hebben vandaag 2 musicalsterren in de uitzending. Gefeliciteerd, Maat. Dankjewel, ja. Ja, Hello Dolly staat hier vanaf volgend jaar te zien. Vanaf volgend jaar, ja. Simone Kleinsma, het is een supercast. Rick Bartels, echt het waanzinnig gecast, absoluut. Gaat hij gewoon doen. Maar ja. Hey, we hebben er nog één vandaag, want we hebben ook musicalster Anouk Maas. Die kan er namelijk ook wat van. Sinds deze week schittert ze in de theatershow Best of Broadway. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Anouk, wat is jouw favoriete Broadway show? Kun je er één noemen? Even denken. Ik heb er meerdere. Ik heb een top 5, denk ik dan wel. Ja, dat okay, is. En op de eerste plaats staat. Nee. Het is alsof je voor je kinderen moet kiezen. Dat kan niet. Nee, oké. Okay. Legally Blonde, Color Purple, Hamilton, Wicked. En als ik er dan nog één moet zeggen, nou, Sideshow. Sideshow, ja. Okay. Nou. Het nieuws gaat iets vlotter. Ja. De provincie Groningen is zojuist getroffen door een aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag in Westerwijtwerd, een dorp in de gemeente Loppersum. Over eventuele schade is nog niets bekend op dit moment. We hebben aan de telefoon Bert-Jan Huizing. Bert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is niet de ideale manier om wakker te worden, lijkt me. Nee, dat klopt. Het was heel vroeg. Het was 5:50 en ik was al wakker en ik lag al op bed. Ik hoorde heel gerommel aankomen in de verte en steeds dichterbij komen en als het ware rolde het onder mijn huis door. Het rolde onder mijn huis door. En alles begon te kraken. Wat gaat er dan door je heen op zo'n moment? Nou, ik heb gelijk wel in de gaten, dit is een aardbeving. Dus ik ben gelijk even naar beneden gegaan, telefoon even gepakt. En er komen alle berichten wel voorbij op Twitter en dat soort dingen, ja. Op de app. Heb je schade? Dat weet ik niet, ik heb niet gekeken. Ik heb nog steeds een schadetraject lopen van vorig jaar januari, hoor. De grote beving bij Zeerijp. Uh-huh. Dus dat loopt nog steeds. Als ik nog wel schade ontdek, dan kan dat zo meegenomen worden. Ja, ja, het houdt ook niet op daar. Heel veel sterkte in ieder geval vandaag. We hebben ook aan de telefoon Hans Waring. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe heb jij het ervaren? Dit was een aparte beving voor mij in ieder geval. Het was een heel ander geluid dan wat ik gewend was. Het leek al veel dieper en langer aan te duren. Dus ik was ook gelijk wakker eigenlijk. En mijn zoon die zat een etage hoger, dus die kwam al gelijk naar beneden gehold. Zo van, wat is dit? Dat is een aardbeving. Ik zei, nou, volgens mij wel. En alle vogels hier hebben allemaal kraaien in het grote boom, daar allemaal van slag. Ja. Dus ik denk, nou, dit is niet goed. Dus ik ben uit mijn bed gesprongen, want ja, op een of andere manier, je bent toch klaar wakker. Ik denk, controleren of het echt zo was. Dus dan zag ik alle berichten al voorbij komen. Maar goed, 12 juni dan komen ze langs voor de laatste melding van 14 maanden geleden. Dus het is een controleren. Dat, in die zin is het zonder eind. Ja, succes en sterkte ermee. We gooien te veel eten weg. Van een half bakje filet americain tot een handvol gerimpelde aardappeltjes met uitlopers. Wie gaat schat graven in afval, die vindt etenswaren die nog prima eetbaar zijn. Het voedingscentrum duikt nu in onze voedsel, of in onze vuilniszakken, moet ik zeggen. Ja. Ja, om te gaan onderzoeken wat we nou precies weggooien. En foodblogger Suzanne Arets, die is ambassadeur van Verspillingsvrij. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel gooien we nou eigenlijk weg? 41 kilo per persoon per jaar. En dat is veel. Dat is heel veel, ja. Ja, dat is veel. We hebben net in het eerste show het uitgerekend. Dat is ongeveer een halve Jurgen. Ja, iets minder dan een halve Jurgen. Iets minder dan een halve Jurgen. Ja, waar ligt dat nou aan, dat we zoveel weggooien? Ik denk dat dat een combinatie van factoren is. Ik denk dat mensen niet weten wat ze moeten doen met de dingen die overblijven. Of zich veel te veel laten leiden door een datum die op een pak melk staat, bijvoorbeeld. Mm. In plaats van af te gaan op hun eigen zintuigen of even gewoon creatief met restjes te zijn. Ja, dus we kopen te veel, we maken te veel en we letten niet goed op. Ja. Kun je eens beginnen met wat tips waarop we in ieder geval al kunnen besparen? Ik denk door al vooraf na te denken over wat je wil gaan eten de komende week. In plaats van eigenlijk je standaardlijstje in de supermarkt af te lopen en alles maar in huis te halen onder het mom van heb ik het in ieder geval. Ja. Ik doe dat zelf met weekmenu's bijvoorbeeld. Ik maak voor een aantal dagen een planning. Dat koop ik in en niet meer dan dat.
Ja, daar gaat het bij mij dus al mis. Mijn week loopt altijd anders. Dus dan heb ik van alles in huis en dan kan ik het uiteindelijk nog weer doen. Ja, bij ons ook. Bedoel, het is geen wet dat het zo moet. Alleen als je voor een dag of drie wat in huis hebt en je hebt. Het geeft je houvast. Ja, en je hoeft. Wat gooien we het meest weg? Brood staat op nummer 1. Zuivel en groenten. Ziet er lekker uit, ook en die boterham. In deze tijd, ik begrijp het, in deze tijd dat je melk weggooit. Ik bedoel, mijn oma maakte altijd toffie. Karamel maakte ze van bedorven melk. En iedereen is tegenwoordig gek op salted karamel. Gooi er een beetje zout bij. Ja, dan heb je zo karamel. Zet jij even op je Instagram even het receptje dan? Ja, ik ga het op mijn Instagram zetten. Dat het ook anders kan, bewijst Nicky Kroon. Met haar zus Jessie leeft ze al 5 jaar zero waste. Zonder afval dus. Kun jij dat? Ik niet. Nee, het gaat mij nooit lukken. Dit alles in het kader van haar Zero Waste project. Verslaggever Jelle Akerboom staat nu in haar Zero Waste lifestyle winkel. Jelle, hoeveel brood gooi jij eigenlijk weg per week? Nou, per week, dat is misschien een beetje veel. Ik betrap mezelf er zo nu en dan wel eens op dat ik een kontje van mijn brood weggooit, omdat er dan een klein schibbeltje op zit of zo. Maar ja, je kan er natuurlijk best wel veel mee doen, toch, Nicky? Dat klopt, zeker. Oud brood is zonde om weg te gooien. Het is nog beter natuurlijk om te zorgen dat het niet oud wordt. Maar anders kun je door tosti's, wentelteefjes. Je kunt oud brood in de blender gooien voor paneermeel. Het kan door je soep om het dikker te maken. Je kunt er echt van alles mee. Ja, want jij leeft al 5 jaar samen met je zus. Helemaal zero waste, nul afval. Wat houdt zo'n levensstijl in? Nou, het is niet nul afval, maar bijna geen afval. Dus wij letten er eigenlijk bij alles wat wij doen op dat we zo min mogelijk afval creëren. Dus we doen onze boodschappen onverpakt. We zorgen dat we geen dingen verspillen. En zo trekken we dat door in onze hele levensstijl. Maar is dat niet een enorme opoffering? Helemaal niet. Nee, het is eigenlijk veel leuker en makkelijker als je er eenmaal mee bezig bent. Voor ons is het nu ook gewoon een nieuwe routine. Wij denken er niet meer bij na. Als je het overnight helemaal wil veranderen, dan zal het wel een beetje een opoffering zijn. Maar als je het stap voor stap doet, is het eigenlijk gewoon heel erg leuk. En tot slot heb je nog een voorbeeld waarvan andere mensen zouden zeggen dat is een beetje gek, maar wat voor jou helemaal normaal is? Nou, de meeste mensen vinden het best wel raar als ze mijn huis binnenkomen dat ik een bak met wormen op mijn balkon heb staan. Ik heb een wormencompostbak, dus schillen of dingen die ik heb, die kan ik aan mijn wormen voeren zodat er compost van gemaakt wordt. Compost, dus dat zorgt ook eigenlijk voor minder voedselverspilling. Ja, de oneetbare delen van voedsel worden dan in ieder geval compost in plaats van dat ze de verbrandingsoven ingaan. Nou, wat gaaf. Had ik nog niet eerder gehoord. Heb jij dat ook, Jurgen? Een bak met wormen in je tuin? Nee, ik heb een bak met wormen in mijn darmen waarschijnlijk, want ik heb een lintworm. Maar heb jij zo'n bak met wormen thuis? Nee. We doen wel, we scheiden wel ons afval, dus ik heb wel een GFT-bak staan. Maar daar probeer ik echt zo min mogelijk in te gooien. Ja, ik heb ook een gescheiden afval. Het moet in Almere. Ja. Anders krijg je een boete. Ja, wij ook. We doen dat keurig. Ja, zeker. Maar brood heb ik ook geen last van. Komt bij mij keurig uit de vriezer. Ja, dat is ook uit. En de rest gaat naar de geitjes. Zeg ik dan heel braaf. Maar dat doe ik natuurlijk en wat je ook kan doen, is dat je je restjes in de ijskast zet gewoon. Uh-huh. En dat je, zoals wij dat doen, 1 keer in de 2 weken heb je dan een rijsttafel van restjes. Maar dan moet je ook een rijsttafel doen. Maar dat lijkt het mooier dan een klikjestafel. Ja, precies. Maar gemiddeld gaat er dus van elke 7 winkelswagen eentje rechtstreeks de afvalbak in. En bijna iedereen koopt wel eens meer dan nodig. Ja, hoe moet je bijvoorbeeld een aanbieding weerstaan? Maar het is toch altijd leuk als je ziet van, weet je nou. Ja, heb jij er last van? Ja, ik ben. Impuls aankopen? Ik, mevrouw en ik hebben het ergste als er nu op staat. Dat is gelukkig met voedsel die altijd zoals het nu is, wil het graag hebben. Maar ja, wat raad je mensen aan? Ja, ik denk gewoon nadenken of je het überhaupt nodig hebt. Ik bedoel, je kunt een hele koelkast vol met alles leggen, maar als je het aan het eind van de week wegkiepert, gooi je eigenlijk gewoon je portemonnee ondersteboven. Ja. Maar ik denk als je die insteek gebruikt, dat mensen er sneller bewust van worden als dat het om afval gaat. Dat denk ik ook. En ik denk ook dat het mensen als eerste raakt. En duurzaam is een heel wollig begrip. Ja. Dat is ook voor heel veel mensen niet de insteek om daar op te letten. Maar op het moment dat je zegt, je gooit iedere week 10 euro eigenlijk gewoon zo in de prullenbak. Ja, dus dat eigenlijk is een soort van automatische geldmeting moet hebben bij je prullenbak. Dat mensen zien, reken maar uit wat een karretje aan boodschappen kost. Ja. En wat je dus zo wegmikt. Ik denk dat als je mensen in hun portemonnee raakt, dat ze toch wel iets meer gaan nadenken over het wel of niet weggooien. Nou, laten we even gaan kijken, want het voedingscentrum is dus een campagne begonnen tegen voedselverspilling. Om inzicht te krijgen in hoeveel voedsel er eigenlijk wordt weggegooid, worden nu vuilniszakken uitgeplozen bij onderzoeksbureau Crem. Al het voedsel dat nog eetbaar is, wordt gesorteerd en gewogen. Nou, lekker.
We zijn bezig met een sorteerproef op het gebied van voedselverspilling. Dat wordt per soort wordt dat gewogen. Dus je weet, je kunt ongeveer inschatten hoeveel kilo er van een bepaald soort eten weggegooid wordt. Wat je vaak ziet is gewoon mensen breken iets aan en dan twijfelen ze of het nog goed is en dan gaat de rest weg. Dus mensen gooien veel, ja, half brood of bolletjes, het schimmelt nog af een beetje. Ja, dus mensen gooien veel brood weg, kom je veel tegen. Ik denk dat je dat gewoon in de vuilnis zet. Ja, nou, dit over groente, maar laten we eerlijk zijn, als we sla op zeewier begint te lijken, lust ik het niet meer. Nee, maar als je daar ziet wat daar allemaal bij lag, gewoon nog hele zoete paprika's en daar was toch niks mis mee? Nee, maar ook gewoon het stronkje van een broccoli wordt als automatisme vaak, we snijden de roosjes eraf en dan mikken we dat stronkje weg. Ja. Dat is prima eetbaar. En waarom zou je dat niet gewoon... Gewoon even blenderen op je broccoli rijst. Ja. Blender heb je broccoli rijst en dat is heel goed tegen je carbs. Je koolhydraten. Yo, wij gaan straks even doorpraten hierover. Ja. Nou goed, dankjewel in ieder geval voor je uitleg en je tips. En in onze krant en de apps, app lees je natuurlijk vandaag het hele verhaal met meer cijfers en feiten over ons voedselafval. De trotse ouders van Duncan Lawrence blijken alle vertrouwen gehad te hebben in de overwinning op het Songfestival van hun zoon. Natuurlijk, het zijn zijn ouders. Ik zei toen gelijk dat hij ging winnen. Op dat moment, ik ben gebeld door RTL en ik heb gelijk gezegd, ook in dat interview, hij gaat winnen. Hij wordt nummer 1. Toen was ik ook al zo super trots. Dus, is dat vanwege het vertrouwen in mijn zoon of omdat u het nummer al gehoord had? Was het vanwege het vertrouwen in mijn zoon. Had u het nummer al gehoord? Nee. Ja, dat is toch mooi? Dat is toch leuk, ja, hè? Toen mijn dochter ging volleyballen wist ik dat ze zou verliezen, want ze is gewoon heel asportief. Goed. Ik ben wel trots. Ja, ik was heel trots op haar, absoluut. We gaan naar de Utrechtse Gerritje van Bennekom, want ze is 102 jaar en ze had nog één droom, paardrijden. En dankzij een van haar activiteitenbegeleidsters ging die wens gisteren in vervulling. Dit is toch te leuk, dit. Ja. Nou ja. Vandaag in onze app tips voor mensen die komende week nog hun vakantiegeld ontvangen. Zet jij je vakantiegeld straks ook direct op je spaarrekening? De vraag is of dat wel zo verstandig is. Want sparen levert niet heel veel op tegenwoordig. Maar wat doe je er dan wel mee? Gebruik je vakantiegeld voor, tadaa, vakantie, een opleiding of een cursus. En tip 3 is tenslotte, gebruik je vakantiegeld voor meer vrije tijd. Want meer vrije tijd, daar wordt iedereen toch gelukkiger van. Ja, dat klopt. Dat vind ik heel goed, ja. Ik denk boodschappen laten bezorgen. Ja, vrije dagen kopen. Ja, dat toch? Nou. Kost heel veel geld. Kun je niks leuks meer doen. Even Jazz Hands. We gaan naar show. Oh ja. Jazz Hands. Deze week ging het Koninklijk Theater Carré Best of Broadway in première. Een concert vol parels uit hitmusicals als Chicago, Les Miserables en Wicked. Gebracht door de musicalsterren van Nederland. Ja, Anouk, hoe was die première? Die was te gek. Ja, die was heel fijn. En ik heb zelden mensen zo enthousiast gehoord. Ja? Ja? Over jouw rol of over het stuk? Gewoon over het hele stuk, over iedereen. En over wat we daar staan te doen, want het is een concertvorm ook. En veel mensen wisten niet wat ze konden verwachten. Nee. Hoeveel musicals komen voorbij ongeveer? Oh god, 12 of zo? 12 of 13? Zo? Ja, minimaal. Zo'n avond moet je wel, ja. Nou, is het zo dat jij de rol van Pia overgenomen. Want Pia Douwes, ja, haar vader is kort geleden overleden. En ja, daar heeft ze nog moeilijk mee. Dus jij hebt haar rol overgenomen. Maar ja, dat leek me niet mee te vallen, want je kwam er echt op het laatst bij. Ja, ik kwam er op het laatst bij. Zij waren al een tijdje bezig. Ze hadden hun materiaal ook al. En ik ben echt, ja, last minute gewoon volgens mij, ja, 5 à 6 dagen voordat wij onze eerste voorstelling hadden, ingevlogen. Echt, hè? En heb ik gewoon Hoe gedaan. Doe je dat dan? Hoe zit je mindset dan om? Ik denk door goede tijden, weet ik gewoon, kan ik heel snel teksten leren. Ja. Dat wordt er echt ingeramd en erin en eruit. Dus ik denk dat ik daar echt dat ik weet van, oh ja, dat kan ik snel leren. En iedereen was daar om mij te steunen. En ja, je gaat gewoon, je kan niet nadenken, dus je gaat gewoon. Je gaat gewoon superleuk. Ja, precies. Ja. Dat is ook wel weer de kick. Ja, we kennen jou natuurlijk van Anouk uit het Goede Tijden, Slechte Tijden. Daar kent iedereen. Zoe Xander heet je daar. Klopt. Ik kijk niet zo vaak. Goede Tijden? Nee, ja, ik elke dag, joh. Oh, ja. Ze zat natuurlijk ook in Verliefd op Cuba, de bioscoophit. Maar ze is natuurlijk bovenal gewoon een musicalster in hart en nieren. Spaanse zon en zee.
ben er weer thuis, ik ben er weer thuis. Oh, daar heb ik nachtmerries van gehad. Toen keek je niet meer. Nee, en toen stond ze hier laatst in de studio. Toen dacht ik, die had ik willen hebben gewoon. Al is het maar om een trauma te verwerken. Oh, wat heerlijk als je zo kunt zingen. Heerlijk, toch? Kun je ook zo zingen? Nou, niet zo. Ik lig een paar registers lager. Ja, dat wel. Ik ben een bariton, hè. Ja. Nou, is het zo dat je... Ja, musical, het begint toch ergens, je liefde voor musicals. Stond je een dag op en zeg je van... Weet je wat, jongens, vergeet het maar. Ik wou arts worden, maar ik word musicalster. Ja, nee, dat eigenlijk had gekund. Had zeker gekund, ja. Nee, ik ben toen ik 11 was, toen waren mensen gaan scouten. Toen zat ik op een balletacademie. En toen kwam de musical Annie met Wil van Zelfs en Nelly Vrijda. Echt jaren geleden. Jaren geleden, ja. En toen heb ik auditie gedaan. En toen werd ik Annie. En zo is die liefde. En dacht ik, oh, nou, dat is leuk. En het voordeel als musicalster is natuurlijk dat je alles kunt worden wat je wil. Het is heel veelzijdig. Ja, heel veelzijdig. Ja, zingen, acteren en ik ga dansen. Ook een rijke man spelen. Hoe leuk is dat? Kijk, dat kan allemaal. Alles kan. Ja. Nee, dat is superleuk. En ik vind het gewoon heel erg leuk om al die drie disciplines te doen. En nu dan in goede tijden voornamelijk veel spelen. En nu alweer op het podium. Dus ja, echt die afwisseling is eigenlijk het allerleukste. Ik moet zeggen, een van de grote die meedoet, dat is Stanley Burleson. Hij heeft ook het script geschreven. Ja. Hoe is het dan met Stanley op het podium te staan? Te gek. Nou, ik mag dus. Ja. Chicago, Nowadays, het dansnummer en Honey Rags en Nowadays zingen. En samen met hem. En ik weet nog dat ik jong was en keek en dan zag ik, oh, die show, die is fantastisch. En nu sta ik gewoon naast hem, soort van, met zo'n bolhoed dat te doen. En ik weet nog, op de première dacht ik, oh my god, Simone Kleinsman zit daar. En die had het ook gedaan. Ja. Ja, dat was wel heel spannend. En dat is het allerleukste in die hele show, voor mij in ieder geval, vind ik dat heel erg. Want in je carrière zet je natuurlijk een soort lijntjes voor jezelf uit, van dat zou ik gaaf vinden, dat zou ik gaaf vinden. Nou heb je al heel wat dingen afgevinkt. Maar als je nog iets zou mogen noemen wat je heel graag zou willen doen of spelen, of wat zou dat dan zijn? Het zou heel leuk zijn om inderdaad een keer ook echt op Broadway te staan. Ja, uiteraard. Ja, ja, uiteraard. Ik wil graag in een toneelstuk spelen en dat ga ik ook doen. Oh, dit jaar nog, wat heel erg leuk is. Check. En Maar qua musical, wat zou je qua musical nog graag willen? Behalve Angelica en Hamilton natuurlijk, maar dat wil elke musicalster wil dat spelen. Eliza is ook wel leuk. Eliza is ook, ja. Ja, is ook wel leuk. Peggy is de makkelijkste rol. Wie zegt het minst? Die mag jij dan doen. Die mag ik doen, ja. Ja, goed. Ja, dat zegt je helemaal niet. Nou, weet je, ik vind musical, ik kan me echt voorstellen dat dat het mooiste is wat er is, waar je met z'n allen in een team gewoon keihard werkt aan zo'n show. Maar ik vind er niks aan om naar te kijken. Ik krijg het kant, toch? Ik heb het niet. Ja, dit hoeft ook niet. Kom naar Hello Dolly. Kom naar Hello Dolly. Ik moet wel zeggen, dit is een concert. Het is echt leuk. Ik bedoel, mensen die echt niet houden van musical denken, ja, gadver, echt niet. En die deze voorstelling, die Best of Broadway, want het is een concert, echt gewoon heel leuk vinden. Want er wordt snel aan elkaar gepraat. Ja. En je krijgt lekker muziek bekende, erin. Onbekende hits. Staan toppers allemaal te zingen. Een topband en backings, Close Harmony. Nou ja. A cappella dingen. Wij kunnen geen betere reclame maken als zij. Nee, dan hopelijk komt Pia nog erbij in elk geval. Dat Pia nog erbij komt. Ja, dat zou leuk zijn. Maar dan zijn jullie met z'n zevenen, dat wordt voor mij alleen maar mooier en spectaculair te zien. Ja, zeker. Ja. De musical-liefhebbers kunnen jou de komende weken nog zien in Best of Broadway. De voorstelling toert nog tot en met 16 juni langs de Nederlandse theaters. Ga checken. Elke week gaat René van social media platform Rumach speciaal voor onze straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week in Apeldoorn. René, goedemorgen. Wat is jouw quote vandaag? Goedemorgen jongens, ik heb een quote. Zou je van mij willen voorlezen? Ja, zeker. Game of Thrones gezien. Kut, hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrecht morgen. Ja, hebben we Game of Thrones gezien? Ja, die heb ik gezien, ja. En was het kut, hè? Ja, dat was echt kut, ja. Ja, echt? Hij liep heel slecht af. Ja, is het een afrader, als je nog moet beginnen? Nee, je moet hem wel zien. Dat wel? Ja, je moet hem wel zien, want het is een prachtige serie. Maar die laatste aflevering vond ik echt zo... belabberd. Ja, vreselijk. En naast Game of Thrones, gaan we stemmen morgen? Ja, gaan we zeker stemmen, ja. Dus je bent aardig up-to-date? Ja, dat probeer ik wel, ja. Nou, dat is wel aardig gelukt, moet ik zeggen. Oh, dank je. Vanochtend hebben we ook wat mensen gevraagd en die waren meer up-to-date van het stemmen dan bij Game of Thrones. Game of Thrones gezien, kut, hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrecht morgen? Heb je Game of Thrones gezien? Nee. Nee, daar kijk ik niet naar. Niks aan? Ik zou niet eens weten waar ik het zou kunnen vinden op televisie. Ga je het wel kijken? Denk het ook niet. Game of Thrones wel gezien, ja.
kut einde? Ja, op zich. Ga je petitie tekenen? Ja, heeft niet heel veel zin als je 17 bent. Je kan toch wel petitie tekenen voor Game of Thrones? Ja, petitie tekenen, maar ja... Om vind je het nou nodig? Alleen te doen? Nee, niet zo. Gaat u morgen stemmen? Nee. Toch belangrijk, ook voor u? Nou, maar ik ga niet stemmen. U gaat niet stemmen? Nee. Geen behoefte aan? Nee. Weet u wel waarvoor we moeten stemmen morgen? Nee, ik moet niet mee bezig houden. Jammer genoeg, ik moet weg. Ik moet werken morgen. Jammer dan. Wegstem. Wegstem, ja. Helaas. Elke stem is belangrijk. Gebruik je stemrecht. Moet je wel doen, want anders wordt het net zo'n zootje hier als in de Game of Thrones. Ja. Hij heeft zo gelijk. Ja, hij heeft absoluut gelijk. Ja. Zeker gaan stemmen, mensen, als het even kan. Straks om 11 uur kun je op onze site en in de app live een bijzondere operatie volgen. Specialisten van het Catharinus Ziekenhuis in Eindhoven, waar anders, zetten een robot in. In Eindhoven is onze verslaggever Noël van Hooft. Noël, wat gaat er straks precies gebeuren? Ja, je zei het al, om 11 uur gaan we een live robotoperatie uitzenden. Een vrouw met baarmoederhalskanker wordt geopereerd zometeen. Eerder zijn de kankercellen al verwijderd. Alleen het vermoeden bestaat dat niet alle cellen weg zijn. En daarom moet nu de hele baarmoeder verwijderd worden. En dat gebeurt dus met een operatierobot. En die dus op afstand bediend wordt. En waarom kan die niet op een traditionele manier, gewoon standaard, geopereerd worden? Nou, een operatierobot is nauwkeuriger, er is minder bloedverlies en ook voor de arts is het makkelijker, want die kan er beter bij en hij heeft ook beter zicht. Oké, nou kunnen kijkers ook nog tijdens de operatie vragen stellen live aan de gynaecoloog. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Ja, we gaan echt die operatie uitzenden zodat de kijkers vragen kunnen stellen. Dat gaat dus via een WhatsApp-nummer. En dan gaan wij die vragen beantwoorden. Er staat een arts dadelijk ook naast mij die dan alle vragen van de kijkers gaat beantwoorden. En dat kan dus via WhatsApp. En die uitzending begint dus om 11 uur en die gaat ongeveer 1,5 tot 2 uur duren. Kun je een beetje tegen bloed, Noël? Ja, ik heb eerder een live operatie gedaan voor het AD. Dus het moet goed komen. Daar heb ik wat suiker, colaatje erin. En dat moet goed komen. Succes ook. En zeker ook voor de patiënt natuurlijk. Ja. Nou, Nederland mag het Songfestival organiseren. En grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Maastricht duiken daar natuurlijk gelijk bovenop. Maar wordt het ineens steeds voor de underdog? Roel Maaldering trok voor Foxpop naar het Gelderse Lochem. Gefeliciteerd met Duncan Lawrence. Dankjewel. Het Songfestival. Ja, zeker. En dat betekent dat we het ook zelf mogen organiseren. In Lochem. Lochem? Lochem. Songfestival in Lochem? Ja, waarom niet, hè? Hello, Eurovision. Hello, Eurovision. You people, you can all come to Lochem. Herzlich welkom. Welkom in Lochem. Book your ticket and come over here. See you. Ik vind het zo mooi. Wij gaan er nog om, dat is zeker. Dit en meer vandaag op onze site. En het wordt een stuk zonniger dan gisteren. Maximaal 18 graden en daardoor kans op hooikoorts. Heb je tabletjes bij je? Nee, maar mijn dochter hopelijk wel, want die heeft daar wel last van. Nou. Ach, godverdomme. Dames, bedankt dat jullie er waren. Heel fijn dat je mag zullen praten. We zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot dan. Morgen zijn wij er. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. Een restje kip, een beetje lasagne of die boterham die niet meer vers is. We gooien nog altijd te veel weg. Daarom laat het voedingscentrum nu vuilniszakken leeghalen om de consument daarop te wijzen. Foodblogger Suzanne Arets maakt er een sport van om geen voedsel te verspillen. Ja, en we hebben vandaag 2 musicalsterren in de uitzending. Gefeliciteerd, Maat. Dankjewel, ja. Ja, Hello Dolly staat hier vanaf volgend jaar te zien. Hè? Vanaf volgend jaar, ja. Simone Kleinsma, het is een supercast. Rick Bartels, echt het waanzinnige cast, absoluut. Gaat hij gewoon doen. Maar we hebben er nog één vandaag, want we hebben ook musicalster Anouk Maas. Die kan er namelijk ook wat van. Sinds deze week schittert ze in de theatershow Best of Broadway. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Anouk, wat is jouw favoriete Broadway show? Kun je er één noemen? Even denken. Ik heb er meerdere. Ik heb een top 5, denk ik dan wel. Ja, dat is. En op de eerste plaats staat?
Nee. Dat is alsof je voor je kinderen moet kiezen. Dat kan niet. Nee, oké. Okay. Legally Blonde, Color Purple, Hamilton, Wicked. En als ik er dan nog één moet zeggen, nou, Sideshow. Sideshow, ja. Oké. Okay. Het nieuws gaat iets vlotter. Ja. De provincie Groningen is zojuist getroffen door een aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag in Westerwijtwerd, een dorp in de gemeente Loppersum. Over eventuele schade is nog niets bekend op dit moment. We hebben aan de telefoon Bert-Jan Huizing. Bert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is niet de ideale manier om wakker te worden, lijkt me. Nee, dat klopt. Het was heel vroeg. Het was 5:50 en ik was al wakker en ik lag nog op bed. Ik hoorde heel gerommel aankomen in de verte en steeds dichterbij komen en als het ware rolde het onder mijn huis door. Het rolde onder mijn huis door en alles begon te kraken. Wat gaat er dan door je heen op zo'n moment? Nou, ik heb gelijk wel in de gaten, dit is een aardbeving. Dus ik ben gelijk even naar beneden gegaan, telefoon even gepakt en er komen alle berichten wel voorbij op Twitter en dat soort dingen, ja. Op de app. Heb je schade? Dat weet ik niet, ik heb niet gekeken. Ik heb nog steeds een schadetraject lopen van vorig jaar januari, de grote beving bij Zeerijp. Uh-huh. Dus dat loopt nog steeds. Als ik nog wel schade ontdek, dan kan dat zo meegenomen worden. Ja, ja, het houdt ook niet op daar. Heel veel sterkte in ieder geval vandaag. We hebben ook aan de telefoon Hans Waring. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe heb jij het ervaren? Dit was een aparte beving voor mij in ieder geval. Het was een heel ander geluid dan wat ik gewend was. Het leek al veel dieper en langer aan te duren. Dus het was ook gelijk wakker eigenlijk. En mijn zoon die slaapt een etage hoger, dus die kwam al gelijk naar beneden gehold. Zo van, wat is dit? Dat is een aardbeving. Ik zei, nou ja, volgens mij wel. En alle vogels hier hebben allemaal kraaien in een grote boom. Die waren allemaal van slag. Ja. Dus ik denk, nou, dit is niet goed. Dus ik ben uit mijn bed gesprongen. Want op een of andere manier, je bent toch klaar wakker. Ik denk, even controleren of het echt zo was. Dus dan zag ik alle berichten al voorbij komen. Maar goed, 12 juni dan komen ze langs voor de laatste melding van 14 maanden geleden. Dus het is een controleren. Dat in die zin is het zonder eind. Ja, succes en sterkte ermee. We gooien te veel eten weg. Van een half bakje filet americain tot een handvol gerimpelde aardappeltjes met uitlopers. Wie gaat schat graven in afval, die vindt etenswaren die nog prima eetbaar zijn. Het voedingscentrum duikt nu in onze voedsel, of in onze vuilniszakken, moet ik zeggen. Ja. Ja, om te gaan onderzoeken wat we nou precies weggooien. En foodblogger Suzanne Ares, die is ambassadeur van Verspillingsvrij. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel gooien we nou eigenlijk weg? 41 kilo per persoon per jaar. En dat is veel. Dat is heel veel, ja. Ja, dat is veel. We hebben net in het eerste show het uitgerekend. Dat is ongeveer een halve Jurgen. Nou, iets minder dan een halve Jurgen. Iets minder dan een halve Jurgen. Ja, waar ligt dat nou aan, dat we zoveel weggooien? Ik denk dat dat een combinatie van factoren is. Ik denk dat mensen niet weten wat ze moeten doen met de dingen die overblijven. Of zich veel te veel laten leiden door een datum die op een pak melk staat, bijvoorbeeld. Mm. In plaats van af te gaan op hun eigen zintuigen of even gewoon creatief met restjes te zijn. Ja. Dus we kopen te veel, we maken te veel en we letten niet goed op. Ja. Kun je eens beginnen met wat tips waarop we in ieder geval al kunnen besparen? Ik denk door al vooraf na te denken over wat je wil gaan eten de komende week. In plaats van eigenlijk je standaardlijstje in de supermarkt af te lopen en alles maar in huis te halen onder het mom van heb ik het in ieder geval. Ja. Ik doe dat zelf met weekmenu's bijvoorbeeld. Ik maak voor een aantal dagen een planning. Dat koop ik in en niet meer dan dat. Ja, daar gaat het bij mij dus al mis. Mijn week loopt altijd anders, dus dan heb ik van alles in huis en dan kan ik het uiteindelijk nog weer doen. Ja, bij ons ook. Het is geen wet dat het zo moet. Alleen als je voor een dag of drie wat in huis hebt en je hebt Het geeft je houvast. Ja, en je hoeft niet... Wat gooien we het meest weg? Brood staat op nummer 1. Zuivel en groenten. Ziet er lekker uit, ook en die boterham. In deze tijd, ik begrijp het, in deze tijd dat je melk weggooit. Ik bedoel, mijn oma maakte altijd toffie. Karamel maakte ze van bedorven melk. En iedereen is tegenwoordig gek op salted karamel. Gooi er een beetje zout bij. Dan heb je zo karamel. Zet jij even op je Instagram even het receptje dan? Ja, ik ga het op mijn Instagram zetten. Dat het ook anders kan, bewijst Nicky Kroon. Met haar zus Jessie leeft ze al 5 jaar zero waste. Zonder afval dus. Kun jij dat? Ik niet. Nee, het gaat mij nooit lukken. Dit alles in het kader van haar Zero Waste project. Verslaggever Jelle Akerboom staat nu in haar Zero Waste lifestyle winkel. Jelle, hoeveel brood gooi jij eigenlijk weg per week?
Nou, per week. Dat is misschien een beetje veel. Ik betrap mezelf er zo nu en dan wel eens op dat ik een kontje van mijn brood weggooit. Omdat er dan een klein schibbeltje op zit of zo. Maar ja, je kan er natuurlijk best wel veel mee doen, toch, Nicky? Dat klopt, zeker. Oud brood is zonde om weg te gooien. Het is nog beter natuurlijk om te zorgen dat het niet oud wordt. Maar anders kun je door tosti's, wentelteefjes. Je kunt oud brood in de blender gooien voor paneermeel. Het kan door je soep om het dikker te maken. Je kunt er echt van alles mee. Ja, want jij leeft al 5 jaar samen met je zus helemaal zero waste, nul afval. Wat houdt zo'n levensstijl in? Nou, het is niet nul afval, maar bijna geen afval. Dus wij letten er eigenlijk bij alles wat wij doen op dat we zo min mogelijk afval creëren. Dus we doen onze boodschappen onverpakt. We zorgen dat we geen dingen verspillen. En zo trekken we dat door in ons hele levensstijl. Maar is dat niet een enorme opoffering? Helemaal niet. Nee? Nee, het is eigenlijk veel leuker en makkelijker als je er eenmaal mee bezig bent. Voor ons is het nu ook gewoon een nieuwe routine. Wij denken er niet meer bij na. Als je het overnight helemaal wil veranderen, dan zal het wel een beetje een opoffering zijn. Maar als je het stap voor stap doet, is het eigenlijk gewoon heel erg leuk. En tot slot heb je nog een voorbeeld waarvan andere mensen zouden zeggen dat is een beetje gek, maar wat voor jou helemaal normaal is? Nou, de meeste mensen vinden het best wel raar als ze mijn huis binnenkomen dat ik een bak met wormen op mijn balkon heb staan. Okay. Ik heb een wormencompostbak, dus schillen of dingen die ik heb, die kan ik aan mijn wormen voeren zodat er compost van gemaakt wordt. Compost, dus dat zorgt ook eigenlijk voor minder voedselverspilling? Ja, de oneetbare delen van voedsel worden dan in ieder geval compost in plaats van dat ze de verbrandingsoven ingaan. Nou, wat gaaf. Had ik nog niet eerder gehoord. Heb jij dat ook, Jurgen? Een bak met wormen in je tuin? Nee, ik heb een bak met wormen in mijn darmen waarschijnlijk, want ik heb een lintworm. Maar heb jij zo'n bak met wormen thuis? Nee. We scheiden wel ons afval, dus ik heb wel een GFT-bak staan. Maar daar probeer ik echt zo min mogelijk in te gooien. Ja, ik heb ook een gescheiden afval. Het moet in Almere. Ja. Anders krijg je een boete. Ja, wij ook. We doen dat keurig. Ja, zeker. Maar brood heb ik ook geen last van. Het komt bij mij keurig uit de vriezer. Ja, zo kan je het ook. En de rest gaat naar de geitjes. Zeg dan heel braaf, maar dat doe ik natuurlijk niet. Wat je ook kan doen, is dat je je restjes in de ijskast zet gewoon. Uh-huh. En dat je, zoals wij dat doen, 1 keer in de 2 weken heb je dan een rijsttafel van restjes. Maar dan moet je ook een rijsttafel doen, maar dat lijkt het mooier. Dan, ja, een klikjestafel, ja, precies. Maar gemiddeld gaat er dus van elke 7 winkelswagen 1 rechtstreeks de afvalbak in. En bijna iedereen koopt wel eens meer dan nodig. Ja, hoe moet je bijvoorbeeld een aanbieding weerstaan? Maar het is toch altijd leuk als je ziet van, weet je nou. Ja, we zijn al Hollanders, hè? Impuls aankopen. Weet je, mevrouw en ik hebben het ergste als er nieuw op staat. Dat is gelukkig met voedsel niet altijd zoals het nieuw is, willen het graag hebben. Maar ja, wat raad je mensen aan? Ja, ik denk gewoon nadenken of je het überhaupt nodig hebt. Je kunt een hele koelkast vol met alles leggen, maar als je het aan het eind van de week wegkiepert, gooi je eigenlijk gewoon je portemonnee ondersteboven. Ja. Maar ik denk als je die insteek gebruikt, dat mensen er sneller bewust van worden als dat het om afval gaat. Dat denk ik ook. En ik denk ook dat het mensen als eerste raakt. En duurzaam is een heel wollig begrip. Ja. Dat is ook voor heel veel mensen niet de insteek om daarop te letten. Maar op het moment dat je zegt, je gooit iedere week 10 euro eigenlijk gewoon zo in de prullenbak. Ja, dat is eigenlijk zonde. Een soort van automatische geldmeting moet hebben bij je prullenbak. Dat mensen zeggen, reken maar uit wat een karretje aan boodschappen kost. Ja. En wat je dus zo wegmikt. Ik denk dat als je mensen in hun portemonnee raakt, dat ze toch wel iets meer gaan nadenken over het wel of niet weggooien. Nou, laten we even gaan kijken, want het voedingscentrum is dus een campagne begonnen tegen voedselverspilling. Om inzicht te krijgen in hoeveel voedsel er eigenlijk wordt weggegooid, worden nu vuilniszakken uitgeplozen bij onderzoeksbureau Crème. Al het voedsel dat nog eetbaar is, wordt gesorteerd en gewogen. Nou, lekker. We zijn bezig met een sorteerproef op het gebied van voedselverspilling. Dan wordt per soort wordt dat gewogen. Dus je kunt ongeveer inschatten hoeveel kilo er van een bepaald soort eten weggegooid wordt. Wat je vaak ziet is gewoon mensen breken iets aan en dan twijfelen ze of het nog goed is en dan gaat de rest weg. Dus mensen gooien veel, half brood of bolletjes. Het schimmelt dan af een beetje. Ja, dus mensen gooien veel brood weg. Kom je veel tegen. Ik denk dat je dat gewoon in de vuilnis hebt. Ja, nou, dit over groenten, maar laten we eerlijk zijn. Als een sla op zeewier begint te lijken, lust ik het niet meer. Als je daar ziet wat er allemaal bij lag. Gewoon nog hele zoete paprika's. En er was toch niks mis mee? Nee, maar ook gewoon het stronkje van een broccoli wordt als automatisme vaak. We snijden roosjes eraf en dan mikken we dat stronkje weg. Ja. Dat is prima eetbaar. En waarom zou je dat niet gewoon... Gewoon even blenderen heb je broccoli rijst. Blenderen heb je broccoli rijst en dat is heel goed tegen je carbs. Wij gaan straks even doorpraten hierover. Nou goed, dankjewel in ieder geval voor je uitleg en je tips. En in onze krant en de app lees je natuurlijk vandaag het hele verhaal met meer cijfers en feiten over ons voedselafval. De
De trotse ouders van Duncan Lawrence bleken alle vertrouwen gehad te hebben in de overwinning op het Songfestival van hun zoon. Natuurlijk, het zijn zijn ouders. Ik zei toen gelijk dat hij ging winnen. Op dat moment, ik ben gebeld door RTL en ik heb gelijk gezegd, ook op de, in dat interview, hij gaat winnen. Hij wordt nummer 1. Toen was ik ook al zo super trots. Dus, Is dat vanwege het vertrouwen in je zoon of omdat u het nummer al gehoord had? Dat is vanwege het vertrouwen in mijn zoon. Ja, had u het nummer al gehoord? Nee. Ja, dat is toch mooi? Dat is toch leuk, ja, hè? Toen mijn dochter ging volleyballen wist ik dat ze zou verliezen, want ze is gewoon heel asportief. Goed. Ik ben wel trots. Ja, ik was heel trots op haar, absoluut. We gaan naar de Utrechtse Gerritje van Bennekom, want ze is 102 jaar en ze had nog één droom, paardrijden. En dankzij een van haar activiteitenbegeleidsters ging die wens gisteren in vervulling. Dit is toch te leuk, dit. Ja. Ja. Vandaag in onze app tips voor mensen die komende week nog hun vakantiegeld ontvangen. Zet jij je vakantiegeld straks ook direct op je spaarrekening? De vraag is of dat wel zo verstandig is. Want sparen levert niet heel veel op tegenwoordig. Maar wat doe je er dan wel mee? Gebruik je vakantiegeld voor, tada, vakantie, een opleiding of een cursus. En tip 3 is tenslotte, gebruik je vakantiegeld voor meer vrije tijd. Want meer vrije tijd, daar wordt iedereen toch gelukkiger van. Ja, dat klopt. Dat vind ik heel goed, ja. Ik denk boodschappen laten bezorgen, ja, vrije dagen in huis, vrije dagen kopen. Ja. Ja, dat toch? Nou. Kost heel veel geld. Kun je niks leuks meer doen. Even Jazz Hands, we gaan naar show. Oh ja. Jazz Hands. Deze week ging het Koninklijk Theater Carré Best of Broadway in première. Een concert vol parels uit hitmusicals als Chicago, Les Miserables en Wicked. Gebracht door de musicalsterren van Nederland. Ja, Anouk, hoe was die première? Die was te gek. Ja, die was heel fijn. En ik heb zelden mensen zo enthousiast gehoord. Ja? Ja? Over jouw rol of over het stuk? Gewoon over het hele stuk, over iedereen. En over wat we daar staan te doen, want het is een concertvorm ook. En veel mensen wisten niet wat ze konden verwachten. Nee. Hoeveel musicals komen voorbij ongeveer? Oh god, 12 of zo? 12 of 13? Zo? Ja, minimaal. Zo'n avond moet je wel, ja. Nou, is het zo dat jij de rol van Pia overgenomen. Want Pia Douw is, ja, haar vader is kort geleden overleden. En ja, daar heeft ze nog moeilijk mee. Dus jij hebt haar rol overgenomen. Maar ja, dat leek me niet mee te vallen, want je kwam er echt op het laatst bij. Ja, ik kwam er op het laatst bij. Zij waren al een tijdje bezig. Ze hadden hun materiaal ook al. En ik ben echt, ja, last minute gewoon, volgens mij, ja, 5 à 6 dagen voordat wij onze eerste voorstelling hadden, ingevlogen. Echt, hè? En heb ik gewoon Hoe gedaan. Doe je dat dan? Hoe zit je mindset dan om? Ik denk door goede tijden weet ik gewoon, kan ik heel snel teksten leren. Ja. Dat wordt er echt ingeramd en erin en eruit. Dus ik denk dat ik daar echt me, dat ik weet van, oh ja, dat kan ik snel leren. En iedereen was daar om mij te steunen. En ja, je gaat gewoon. Je kan niet nadenken, dus je gaat gewoon. Je gaat en dat is superleuk. Ja, precies. Ja. Dat is ook wel weer de kick. Nou, ja, we kennen jou publiek. Natuurlijk van Anouk uit het Goede Tijden, Slechte Tijden. Hè? Daar kent iedereen. Zoe Xander heet ja, je daar. Klopt. Ik kijk niet zo vaak. Goede Tijden? Nee. Ja, ik elke dag, joh. Oh, ja. Ze zat natuurlijk ook in Verliefd op Cuba, de bioscoophit. Maar ze is natuurlijk bovenal gewoon een musicalster in hart en nieren. Ik ben er weer thuis, Oh, daar heb ik nachtmerries van gehad. Toen keek je niet meer. Nee, en toen stond ze hier laatst in de studio. Toen dacht ik, die had ik willen hebben gewoon. Al is het moment trauma te verwerken. Oh, wat heerlijk als je zo kunt zingen. Heerlijk, toch? Kun je ook zo zingen? Nou, niet zo. Ik lig een paar registers lager. Ja, dat wel. Ik ben een bariton, hè. Ja. Nou, is het zo dat je, ja, musical, het begint toch ergens je liefde voor musicals. Stond je een dag op en zeg je van, weet je wat jongens, vergeet het maar. Ik wou arts worden, maar ik word musicalster. Ja, nee, dat eigenlijk had gekund, had zeker gekund, ja. Nee, ik ben, toen ik 11 was, toen waren mensen gaan scouten. Toen zat ik op een balletacademie. En toen kwam de musical Annie met Wil van Zelfs en Nelly Vrijda. Echt jaren geleden. Jaren geleden, ja. En toen heb ik auditie gedaan. En toen werd ik Annie. En zo is die liefde, dacht ik, oh, nou, dit is leuk. En het voordeel als musicalster is natuurlijk dat je alles kunt worden wat je wil.
Het is heel veelzijdig. Ja, veelzijdig. Zingen, acteren en ik dansen. Ik ga ook een rijke man spelen. Hoe leuk is dat? Kijk, dat kan allemaal. Alles kan. Ja. Nee, dat is superleuk. En ik vind het gewoon heel erg leuk om al die drie disciplines te doen. En nu dan in goede tijden voornamelijk veel spelen. En nu alweer op het podium. Dus ja echt, die afwisseling is eigenlijk het allerleukste. Ik moet zeggen, een van de grote die meedoet, dat is Stanley Burleson. Hij heeft ook het script geschreven. Ja. Hoe is het dan met Stanley op het podium te staan? Te gek. Nou, ik mag dus. Ja. Chicago, Nowadays, het dansnummer en Honey Rags en Nowadays zingen. En samen met hem. En ik weet nog dat ik jong was en keek en dan zag ik, oh, die show die is fantastisch. En nu sta ik gewoon naast hem, soort van met zo'n bolhoed dat te doen. En ik weet nog, op de première dacht ik, oh my god, Simone Kleinsman zit daar. En die had het ook gedaan. Ja, dat was wel heel spannend. En dat is het allerleukste in die hele show, voor mij in ieder geval, vind ik dat heel erg. Want in je carrière zet je natuurlijk een soort lijntjes voor jezelf uit. Van, dat zou ik gaaf vinden, dat zou ik gaaf vinden. Nou heb je al heel wat dingen afgevinkt. Maar als je nog iets zou mogen noemen wat je heel graag zou willen doen of spelen, of wat zou dat dan zijn? Het zou heel leuk zijn om inderdaad een keer ook echt op Broadway te staan. Ja, uiteraard. Ja. Ja, uiteraard. Ik wil graag in een toneelstuk spelen en dat ga ik ook doen. Dit jaar nog, wat heel erg leuk is. Check. En maar qua musical, qua musical nog graag willen? Behalve Angelica en Hamilton natuurlijk, want dat wil elke musicalster wil dat spelen. Eliza is ook wel leuk. Eliza is ook, ja. Ja, is ook wel leuk. Is Peggy is de minste makkelijkste rol. Die zegt het minst. Die mag jij dan doen. Die mag ik doen, ja. Ja, goed. Ja, dat zegt je helemaal niet. Ja, weet je, ik vind musical, ik kan me echt voorstellen dat dat het mooiste is wat er is. Waar je met z'n allen in een team gewoon keihard werkt aan zo'n show. Maar ik vind er niks aan om naar te kijken. Ik krijg, dat kan toch? Ik heb het niet. Ja, je komt naar Hello Dolly. Maar naar jou kom ik kijken. Ja, ik moet wel zeggen, dit is een concert. Het is echt leuk. Ik bedoel, ja, mensen die echt niet houden van musical denken, ja, gadver, echt niet. En die deze voorstelling, die Best of Broadway, want het is een concert, echt gewoon heel leuk vinden. Want er wordt snel aan elkaar gepraat. Ja. En je krijgt lekker muziek bekende, erin. Onbekende hits. Staan toppers allemaal te zingen. Een topband en backings, Close Harmony. Nou ja. A cappella dingen. Wij kunnen geen betere reclame maken als zij. Hopelijk komt Pia nog erbij in elk geval. Dat Pia nog dat komt. Zou leuk zijn. Maar dan zijn jullie met z'n zevenen, dat wordt voor mij alleen maar mooier en spectaculairder om te zien. Zeker. Toch? Ja. De musicalliefhebbers kunnen jou de komende weken nog zien in Best of Broadway. De voorstelling toert nog tot en met 16 juni langs de Nederlandse theaters. Ga checken. Elke week gaat René van social media platform Rumach speciaal voor ons de straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week in Apeldoorn. René, goedemorgen. Wat is jouw quote vandaag? Goedemorgen jongens, ik heb een quote. Zou je van mij willen voorlezen? Ja, zeker. Game of Thrones gezien. Kut, hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrecht morgen. Ja, hebben we Game of Thrones gezien? Ja, die heb ik gezien, ja. En was het kut, hè? Ja, dat was echt kut, ja. Ja, echt? Hij liep heel slecht af. Ja, is het een afrader als je nog moet beginnen? Nee, je moet hem wel zien. Dat wel? Ja, je moet hem wel zien, want het is een prachtige serie. Maar die laatste aflevering vond ik echt zo... belabberd. Ja, vreselijk. En naast Game of Thrones, gaan we stemmen morgen? Ja, gaan we zeker stemmen, ja. Dus je bent aardig up-to-date? Ja, dat probeer ik wel, ja. Nou, dat is al aardig gelukt, moet ik zeggen. Oh, dank je. Vanochtend hebben we over mensen gevraagd en die waren meer up-to-date van het stemmen dan bij Game of Thrones. Game of Thrones gezien, kut, hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrecht morgen? Heb je Game of Thrones gezien? Nee. Nee, daar kijk ik niet naar. Niks aan? Ik zou niet eens weten waar ik het zou kunnen vinden op televisie. Ga je het wel kijken? Ik denk het ook niet. Game of Thrones wel gezien, ja. Kut einde? Ja, op zich. Ga je petitie tekenen? Ja, heeft niet heel veel zin als je 17 bent. Je kan toch wel petitie tekenen voor Game of Thrones? Ja, petitie tekenen, maar ja... Om het nodig? Alleen te doen? Nee, niet zo. Gaat u morgen stemmen? Nee. Toch belangrijk, ook voor u? Nou, maar ik ga niet stemmen. U gaat niet stemmen? Nee. Geen behoefte aan? Nee. Weet u wel waarvoor we moeten stemmen morgen? Nee, ik moet niet mee bezig houden. Jammer genoeg, ik moet weg. Ik moet werken morgen. Jammer dan. Wegstem. Wegstem, ja. Helaas. Elke stem is belangrijk. Gebruik je stemrecht. Moet je wel doen, want anders wordt het net zo'n zootje hier als in de Game of Thrones. Hij heeft zo gelijk. Ja, hij heeft absoluut gelijk. Zeker gaan stemmen mensen als het even kan. Straks om 11 uur kun je op onze site en in de app live een bijzondere operatie volgen. Specialisten van het Catharinus Ziekenhuis in Eindhoven, waar anders, zetten een robot in. In Eindhoven is onze verslaggever Noël van Hooft. Noël, wat gaat er straks precies gebeuren?
Ja, je zei het al, om 11 uur gaan we een live robotoperatie uitzenden. Een vrouw met baarmoederhalskanker wordt geopereerd zometeen. Eerder zijn de kankercellen al verwijderd. Alleen het vermoeden bestaat dat niet alle cellen weg zijn. En daarom moet nu de hele baarmoeder verwijderd worden. En dat gebeurt dus met een operatierobot. En die dus op afstand bediend wordt. En waarom kan die niet op een traditionele manier, gewoon standaard, geopereerd worden? Nou, een operatierobot is nauwkeuriger, er is minder bloedverlies en ook voor de arts is het makkelijker, want die kan er beter bij en hij heeft ook beter zicht. Oké, okay. Nou kunnen kijkers ook nog tijdens de operatie vragen stellen live aan de gynaecoloog. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Ja, we gaan echt die operatie uitzenden zodat de kijkers vragen kunnen stellen. Dat gaat dus via een WhatsApp-nummer. En dan gaan wij die vragen beantwoorden. Er staat een arts dadelijk ook naast mij die dan alle vragen van de kijkers gaat beantwoorden. En dat kan dus via WhatsApp. En die uitzending begint dus om 11 uur en die gaat ongeveer 1,5 tot 2 uur duren. Kun je een beetje tegen bloed, Noël? Ja, ik heb eerder een live operatie gedaan voor het AD. Dus het moet goed komen. Daar heb ik wat suiker, colaatje erin. Dat moet goed komen. Succes, sterk ook. En zeker ook voor de patiënt natuurlijk. Ja. Nou, Nederland mag het Songfestival organiseren. En grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Maastricht duiken daar natuurlijk gelijk bovenop. Maar wordt het ineens steeds voor de underdog? Roel Maaldering trok voor Foxpop naar het Gelderse Lochem. Gefeliciteerd met Duncan Lawrence. Dankjewel. Het Songfestival. Ja, zeker. En dat betekent dat we het ook zelf mogen organiseren. In Lochem. Lochem? Lochem. Songfestival in Lochem? Ja, waarom niet, hè? Hello, Eurovision. Hello, Eurovision. You people, you can all come to Lochem. Herzlich welkom. Welkom in Lochem. Book your tickets and come. Come over here. See you. Ik vind het zo mooi. Wij gaan er nog om, dat is zeker. Dit en meer vandaag op onze site. En het wordt een stuk zonniger dan gisteren, maximaal 18 graden. En daardoor kans op hooikoorts. Heb je tabletjes bij je? Nee, maar mijn dochter hopelijk wel, want die heeft daar wel last van. Nou. Ach, godverdomme. Dames, bedankt dat jullie er waren. Heel fijn dat je me zo wilde praten. We zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot dan. Morgen zijn wij er weer. Ja. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow to go. Een restje kip, een beetje lasagne of die boterham die niet meer vers is. We gooien nog altijd te veel weg. Daarom laat het voedingscentrum nu vuilniszakken leeghalen om de consument daarop te wijzen. Foodblogger Suzanne Arets maakt er een sport van om geen voedsel te verspillen. Ja, en we hebben vandaag 2 musicalsterren in de uitzending. Gefeliciteerd, Maat. Dankjewel, ja. Ja, Hello Dolly staat hier vanaf volgend jaar te zien. Vanaf volgend jaar, ja. Simone Kleinsma, het is een supercast. Rick Bartels, echt het waanzinnige cast, absoluut. Gaat hij gewoon doen. Maar we hebben er nog één vandaag, want we hebben ook musicalster Anouk Maas. Die kan er namelijk ook wat van. Sinds deze week schittert ze in de theatershow Best of Broadway. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Anouk, wat is jouw favoriete Broadway show? Kun je er één noemen? Even denken. Ik heb er meerdere. Ik heb een top 5, denk ik dan wel. Ja, dat is. En op de eerste plaats staat. Nee. Het is alsof je voor je kinderen moet kiezen. Dat kan niet. Nee, oké. Legally Blonde, Color Purple, Hamilton, Wicked. En als ik er dan nog één moet zeggen, Sideshow. Sideshow, ja. Okay. Nou. Het nieuws gaat iets vlotter. Ja. De provincie Groningen is zojuist getroffen door een aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag in Westerwijtwerd, een dorp in de gemeente Loppersum. Over eventuele schade is nog niets bekend op dit moment. We hebben aan de telefoon Bert-Jan Huizing. Bert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is niet de ideale manier om wakker te worden, lijkt me. Nee, dat klopt. Het was heel vroeg. Het was 5:50 en ik was al wakker en ik lag al op bed. Ik hoorde heel gerommel aankomen in de verte en steeds dichterbij komen en als het ware rolde het onder mijn huis door. Het rolde onder mijn huis door en alles begon te kraken. Wat gaat er dan door je heen op zo'n moment? Nou, ik heb gelijk wel in de gaten, dit is een aardbeving. Dus ik ben gelijk even naar beneden gegaan, telefoon even gepakt en er komen alle berichten wel voorbij op Twitter en dat soort dingen, op de app. Heb je schade?
Dat weet ik niet. Ik heb niet gekeken. Ik heb nog steeds een schaatswerk lopen van vorig jaar januari. Hoor. De grote beven bij Zeerijp. Uh-huh. Dus dat loopt nog steeds. Als ik nog wel schade ontdek, dan kan dat zo meegenomen worden. Ja, ja, het houdt ook niet op daar. Heel veel sterkte in ieder geval vandaag. We hebben ook aan de telefoon Hans Waring. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe heb jij het ervaren? Dit was een aparte beving voor mij in ieder geval. Het was een heel ander geluid dan wat ik gewend was. Het leek al veel dieper en langer aan te duren. Dus ik was ook gelijk wakker eigenlijk. En mijn zoon die zat een etage hoger, dus die kwam al gelijk naar beneden gehold. Zo van, wat is dit? Dat is een aardbeving. Ik zei, nou, volgens mij wel. En alle vogels hier hebben allemaal kraaien in het grote boom, daar allemaal van slag. Ja. Dus ik denk, nou, dit is niet goed. Dus ik ben uit mijn bed gesprongen. Want op een of andere manier, je bent toch klaar wakker. Ik denk, controleren of het echt zo was. Mm. Dus dan zag ik alle berichten al voorbij komen. Maar goed, 12 juni dan komen ze langs voor de laatste melding van 14 maanden geleden. Dus controleren. Dat in die zin is een wet zonder eind. Ja. Ja, succes en sterkte ermee. We gooien te veel eten weg. Van een half bakje filet americain tot een handvol gerimpelde aardappeltjes met uitlopers. Wie gaat schat graven in afval, die vindt etenswaren die nog prima eetbaar zijn. Het voedingscentrum duikt nu in onze voedsel, of in onze vuilniszakken, moet ik zeggen. Ja. Ja, om te gaan onderzoeken wat we nou precies weggooien. En foodblogger Suzanne Ares, die is ambassadeur van Verspillingsvrij. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel gooien we nou eigenlijk weg? 41 kilo per persoon per jaar. En dat is veel. Dat is heel veel, ja. Ja, dat is veel. We hebben net in het eerste show het uitgerekend. Dat is ongeveer een halve Jurgen. Nou, iets minder dan een halve Jurgen. Iets minder dan een halve Jurgen. Ja, waar ligt dat nou aan, dat we zoveel weggooien? Ik denk dat dat een combinatie van factoren is. Ik denk dat mensen niet weten wat ze moeten doen met de dingen die overblijven. Of zich veel te veel laten leiden door een datum die op een pak melk staat, bijvoorbeeld. Mm. In plaats van af te gaan op hun eigen zintuigen of even gewoon creatief met restjes te zijn. Ja, dus we kopen te veel, we maken te veel en we letten niet goed op. Ja. Kun je eens beginnen met wat tips waarop we in ieder geval al kunnen besparen? Ik denk door al vooraf na te denken over wat je wil gaan eten de komende week. In plaats van eigenlijk je standaardlijstje in de supermarkt af te lopen en alles maar in huis te halen onder het mom van heb ik het in ieder geval. Ja. Ik doe dat zelf met weekmenu's bijvoorbeeld. Ik maak voor een aantal dagen een planning. Dat koop ik in en niet meer dan dat. Ja, daar gaat het bij mij dus al mis. Mijn week loopt altijd anders, dus dan heb ik van alles in huis en dan kan ik het uiteindelijk nog weer doen. Ja, bij ons ook. Bedoel, het is geen wet dat het zo moet. Alleen als je voor een dag of drie wat in huis hebt en je hebt Het geeft je houvast. Ja, en je hoeft wat gooi je het meest weg? Brood staat op nummer 1, zuivel en groenten. Ziet er lekker uit, ook die boterham. In deze tijd, ik begrijp het, in deze tijd dat je melk weggooit. Ik bedoel, mijn oma maakte altijd toffie. Karamel maakte ze van bedorven melk. En iedereen is tegenwoordig gek op salted karamel. Gooi er een beetje zout bij. Dan heb je zo karamel. Zet jij even op je Instagram even het receptje dan? Ja, ik ga het op mijn Instagram zetten. Dat het ook anders kan, bewijst Nicky Kroon. Met haar zus Jessie leeft ze al 5 jaar zero waste. Zonder afval dus. Kun jij dat? Ik niet. Nee, het gaat mij nooit lukken. Dit alles in het kader van haar Zero Waste project. Verslaggever Jelle Akerboom staat nu in haar Zero Waste lifestyle winkel. Jelle, hoeveel brood gooi jij eigenlijk weg per week? Nou, per week, dat is misschien een beetje veel. Ik betrap mezelf er zo nu en dan wel eens op dat ik een kontje van mijn brood weggooit, omdat er dan een klein schibbeltje op zit of zo. Maar ja, je kan er natuurlijk best wel veel mee doen, toch, Nicky? Dat klopt, zeker. Oud brood is zonde om weg te gooien. Het is nog beter natuurlijk om te zorgen dat het niet oud wordt. Maar anders kun je door tosti's, wentelteefjes. Je kunt oud brood in de blender gooien voor paneermeel. Het kan door je soep om het dikker te maken. Je kunt er echt van alles mee. Ja, want jij leeft al 5 jaar samen met je zus helemaal zero waste, nul afval. Wat houdt zo'n levensstijl in? Nou, het is niet nul afval, maar bijna geen afval. Dus wij letten er eigenlijk bij alles wat wij doen op dat we zo min mogelijk afval creëren. Dus we doen onze boodschappen onverpakt. We zorgen dat we geen dingen verspillen. En zo trekken we dat door in onze hele levensstijl. Maar is dat niet een enorme opoffering? Helemaal niet. Nee, het is eigenlijk veel leuker en makkelijker als je er eenmaal mee bezig bent. Voor ons is het nu ook gewoon een nieuwe routine. Wij denken er niet meer bij na. Als je het overnight helemaal wil veranderen, dan zal het wel een beetje een opoffering zijn. Maar als je het stap voor stap doet, is het eigenlijk gewoon heel erg leuk. En tot slot, heb je nog een voorbeeld waarvan andere mensen zouden zeggen dat is een beetje gek, maar wat voor jou helemaal normaal is?
Nou, de meeste mensen vinden het best wel raar als ze mijn huis binnenkomen dat ik een bak met wormen op mijn balkon heb staan. Ik heb een wormencompostbak, dus schillen of dingen die ik heb, die kan ik aan mijn wormen voeren zodat er compost van gemaakt wordt. Compost, dus dat zorgt ook eigenlijk voor minder voedselverspilling? Ja, de oneetbare delen van voedsel worden dan in ieder geval compost in plaats van dat ze de verbrandingsoven ingaan. Nou, wat gaaf. Had ik nog niet eerder gehoord. Heb jij dat ook, Jurgen? Een bak met wormen in je tuin? Nee, ik heb een bak met wormen in mijn darmen waarschijnlijk, want ik heb een lintworm. Maar heb jij zo'n bak met wormen thuis? Nee. We scheiden wel ons afval, dus ik heb wel een GFT-bak staan. Maar daar probeer ik echt zo min mogelijk in te gooien. Ja, ik heb ook een gescheiden afval. Het moet in Almere. Ja. Anders krijg je een boete. Ja, wij ook. We doen dat keurig. Ja, zeker. Maar brood heb ik ook geen last van. Komt bij mij keurig uit de vriezer. Ja, dat is ook uit. En de rest gaat naar de geitjes. Zeg ik dan heel braaf. Maar dat doe ik natuurlijk en wat je ook kan doen, is dat je je restjes in de ijskast zet gewoon. Uh-huh. En dat je, zoals wij dat doen, één keer in de twee weken heb je dan een rijsttafel van restjes. Maar dan moet je ook een rijsttafel doen. Maar dat lijkt het mooier dan een klikjestafel. Ja, precies. Maar gemiddeld gaat er dus van elke 7 winkelswagen eentje rechtstreeks de afvalbak in. En bijna iedereen koopt wel eens meer dan nodig. Ja, hoe moet je bijvoorbeeld een aanbieding weerstaan? Maar het is toch altijd leuk als je ziet van, weet je nou. Ja, heb jij er last van? Ja, ik ben. Impuls aankopen? Mevrouw en ik hebben het ergste als er nieuw op staat. Dat is gelukkig met voedsel niet altijd zoals het nieuw is, wil het graag hebben. Maar ja, wat raad je mensen aan? Ja, ik denk gewoon nadenken of je het überhaupt nodig hebt. Ik bedoel, je kunt een hele koelkast vol met alles leggen, maar als je het aan het eind van de week wegkiepert, gooi je eigenlijk gewoon je portemonnee ondersteboven. Ja. Maar ik denk als je die insteek gebruikt, dat mensen er sneller bewust van worden als dat het om afval gaat. Dat denk ik ook. En ik denk ook dat het mensen als eerste raakt. En duurzaam is een heel wollig begrip. Ja. Dat is ook voor heel veel mensen niet de insteek om daar op te letten. Maar op het moment dat je zegt, je gooit iedere week 10 euro eigenlijk gewoon zo in de prullenbak. Ja, dus eigenlijk zonde. Een soort van automatische geldmeting moet hebben bij je prullenbak. Dat mensen zien, reken maar uit wat een karretje aan boodschappen kost. Ja. En wat je dus zo wegmikt. Ik denk dat als je mensen in hun portemonnee raakt, dat ze toch wel iets meer gaan nadenken over het wel of niet weggooien. Nou, laten we even gaan kijken, want het voedingscentrum is dus een campagne begonnen tegen voedselverspilling. Om inzicht te krijgen in hoeveel voedsel er eigenlijk wordt weggegooid, worden nu vuilniszakken uitgeplozen bij onderzoeksbureau Crem. Al het voedsel dat nog eetbaar is, wordt gesorteerd en gewogen. Nou, lekker. We zijn bezig met een sorteerproef op het gebied van voedselverspilling. Dat wordt per soort wordt dat gewogen. Dus je kunt ongeveer inschatten hoeveel kilo er van een bepaald soort eten weggegooid wordt. Wat je vaak ziet is gewoon mensen breken iets aan en dan twijfelen ze of het nog goed is en dan gaat de rest weg. Dus mensen gooien veel, half brood of bolletjes, het schimmelt nog af en toe een beetje. Ja, dus mensen gooien veel brood weg, kom je veel tegen. Ik denk dat je dat gewoon in de vuilniszak hebt. Ja, dit over groente, maar laten we eerlijk zijn. Als we sla op zeewier begint te lijken, lust ik het niet meer. Als je ziet wat er allemaal bij lag. Gewoon nog hele zoete paprika's. En er was toch niks mis mee? Nee, maar ook gewoon het stronkje van een broccoli wordt als automatisme vaak. We snijden de roosjes eraf en dan mikken we dat stronkje weg. Ja. Dat is prima eetbaar. En waarom zou je dat niet gewoon... Gewoon even blenderen op je broccoli rijst. Blender heb je broccoli rijst en dat is heel goed tegen je carbs. De koolhydraten. Wij gaan straks even doorpraten hierover. Ja. Nou goed, dankjewel in ieder geval voor je uitleg en je tips. En in onze krant en de app lees je natuurlijk vandaag het hele verhaal met meer cijfers en feiten over ons voedselafval. De trotse ouders van Duncan Lawrence blijken alle vertrouwen gehad te hebben in de overwinning op het Songfestival van hun zoon. Natuurlijk, het zijn zijn ouders. Ik zei toen gelijk dat hij ging winnen. Op dat moment, ik ben gebeld door RTL en ik heb gelijk gezegd, ook in dat interview, hij gaat winnen. Hij wordt nummer 1. Toen was ik ook al zo super trots. Dus, is dat vanwege het vertrouwen in mijn zoon of omdat u het nummer al gehoord had? Was het vanwege het vertrouwen in mijn zoon. Had u het nummer al gehoord? Nee. Ja, dat is toch mooi? Dat is toch leuk, ja, hè? Toen mijn dochter ging volleyballen wist ik dat ze zou verliezen, want ze is gewoon heel asportief. Goed. Ik ben wel trots. Ja, ik was heel trots op haar, absoluut. We gaan naar de Utrechtse Gerritje van Bennekom, want ze is 102 jaar en ze had nog één droom. Paardrijden. En dankzij een van haar activiteitenbegeleidsters ging die wens gisteren in vervulling. Thank you.
Dit is toch te leuk, dit. Ja. Ja. Vandaag in onze app tips voor mensen die komende week nog hun vakantiegeld ontvangen. Zet jij je vakantiegeld straks ook direct op je spaarrekening? De vraag is of dat wel zo verstandig is. Want sparen levert niet heel veel op tegenwoordig. Maar wat doe je er dan wel mee? Gebruik je vakantiegeld voor, tada, vakantie, een opleiding of een cursus. En tip 3 is tenslotte, gebruik je vakantiegeld voor meer vrije tijd. Want meer vrije tijd, daar wordt iedereen toch gelukkiger van. Ja, dat klopt. Dat vind ik heel goed, ja. Ik denk boodschappen laten bezorgen. Ja, vrije dagen kopen. Huis, vrije dagen kopen. Ja. Ja, dat toch? Nou. Kost heel veel geld. Kun je niks leuks meer doen. Even Jazz Hands. We gaan naar show. Oh ja. Jazz Hands. Deze week ging het Koninklijk Theater Carré Best of Broadway in première. Een concert vol parels uit hitmusicals als Chicago, Les Misérables en Wicked. Gebracht door de musicalsterren van Nederland. Ja, Anouk, hoe was die première? Die was te gek. Ja, die was heel fijn. En ik heb zelden mensen zo enthousiast gehoord. Ja? Ja? Over jouw rol of over het stuk? Gewoon over het hele stuk, over iedereen. En over wat we daar staan te doen, want het is een concertvorm ook. En veel mensen wisten niet wat ze konden verwachten. Nee. Hoeveel musicals komen voorbij ongeveer? Oh god, 12 of zo? 12 of 13? Zo? Ja, minimaal. Zo'n avond moet je wel, ja. Nou, het is zo dat jij de rol van Pia overgenomen. Want Pia Douwes, ja, haar vader is kort geleden overleden. En ja, daar heeft ze nog moeilijk mee. Dus jij hebt haar rol overgenomen. Maar ja, dat leek me niet mee te vallen, want je kwam er echt op het laatst bij. Ja, ik kwam er op het laatst bij. Zij waren al een tijdje bezig. Ze hadden hun materiaal ook al. En ik ben echt, ja, last minute gewoon volgens mij, ja, 5 à 6 dagen voordat wij onze eerste voorstelling hadden, ingevlogen. Echt, hè? En heb ik gewoon Hoe gedaan. Doe je dat dan? Hoe zit je mindset dan om? Ik denk door goede tijden, weet ik gewoon, kan ik heel snel teksten leren. Ja. Dat wordt er echt ingeramd en erin en eruit. Dus ik denk dat ik daar echt dat ik weet van, oh ja, dat kan ik snel leren. En iedereen was daar om mij te steunen. En ja, je gaat gewoon, je kan niet nadenken, dus je gaat gewoon. Je gaat dat is superleuk. Ja, precies. Ja. Dat is ook wel weer de kick. Nou, ja, we kennen jou natuurlijk van de Anouk uit het Goede Tijden, Slechte Tijden. Daar kent iedereen. Zoe Xander heet ja, je daar. Klopt. Ik kijk niet zo vaak. Goede Tijden? Nee, ja, ik elke dag, joh. Nou ja, ze zat natuurlijk ook in Verliefd op Cuba, de bioscoophit. Maar ze is natuurlijk bovenal gewoon een musicalster in hart en nieren. Ik ben er weer thuis, Oh, daar heb ik nachtmerries van gehad. Toen keek je niet meer. Nee, en toen stond ze hier laatst in de studio. Ik dacht, die had ik willen hebben gewoon. Al is het maar om een trauma te verwerken. Oh, wat heerlijk als je zo kunt zingen. Heerlijk, toch? Kun je ook zo zingen? Nou, niet zo. Ik lig een paar registers lager. Ja, dat wel. Ik ben een bariton, hè. Ja. Nou, is het zo dat je, musical, het begint toch ergens je liefde voor musicals. Stond je een dag op en zeg je van, weet je wat jongens, vergeet het maar. Ik wou arts worden, maar ik word musicalster. Ja, nee, dat eigenlijk had gekund, had zeker gekund, ja. Nee, ik ben, toen ik 11 was, waren mensen gaan scouten. Toen zat ik op een balletacademie. En toen kwam de musical Annie met Wil van Zelfs en Nelly Vrijda. Echt jaren geleden. Jaren geleden, ja. En toen heb ik auditie gedaan. En toen werd ik Annie. En zo is die liefde, dacht ik, dat is leuk. En het voordeel als musicalster is natuurlijk dat je alles kunt worden wat je wil. Het is heel veelzijdig. Oh, ja. Zingen, acteren en ik ga nu ook een rijke man spelen. Hoe leuk is dat? Kijk, dat kan allemaal. Alles kan. Ja. Nee, dat is superleuk. En ik vind het gewoon heel erg leuk om al die 3 disciplines te doen. En nu dan in goede tijden voornamelijk veel spelen. En nu alweer op het podium. Dus ja, echt die afwisseling is eigenlijk het allerleukste. Ik moet zeggen, een van de grote die meedoet, dat is Stanley Burleson. Hij heeft ook het script geschreven. Ja. Hoe is het dan met Stanley op het podium te staan? Te gek. Nou, ik mag dus. Ja. Chicago, Nowadays, het dansnummer en Honey Rags en Nowadays zingen. En samen met hem. En ik weet nog dat ik jong was en keek en dan zag ik, die show die is fantastisch. En nu sta ik gewoon naast hem soort van met zo'n bolhoed dat te doen. En ik weet nog, op de première dacht ik, oh my god, Simone Kleinsman zit daar. En die had het ook gedaan. Ja. Ja, dat was wel heel spannend. En dat is het allerleukste in die hele show, voor mij in ieder geval, vind ik dat heel erg. Want in je carrière zet je natuurlijk een soort lijntjes voor jezelf uit. Van dat zou ik gaaf vinden, dat zou ik gaaf vinden. Nou heb je al heel wat dingen afgevinkt. Maar als je nog iets zou mogen noemen wat je heel graag zou willen doen of spelen. Of wat zou dat dan zijn?
Het zou heel leuk zijn om inderdaad een keer ook echt op Broadway te staan. Ja, uiteraard. Ik wil graag in het toneelstuk spelen en dat ga ik ook doen. Dit jaar nog, wat heel erg leuk is. Check. En nou... Maar qua musical, wat zou je qua musical nog graag willen? Behalve Angelica en Hamilton natuurlijk, maar dat wil elke musicalster wil dat spelen. Eliza is ook wel leuk. Eliza is ook, ja. Ja, is ook wel leuk. Peggy is de makkelijkste rol. Die zegt het minst. Die mag jij dan doen. Die mag ik doen, ja. Ja, goed. Ja, dat zegt je helemaal niet. Ja, weet je, ik vind musical, ik kan me echt voorstellen dat dat het mooiste is wat er is. Waar je met z'n allen in een team gewoon keihard werkt aan zo'n show. Maar ik vind er niks aan om naar te kijken. Ik krijg het kant op. Ik heb het niet. Ja, dit hoeft ook niet. Kom naar Hello Dolly. Maar naar jou kom ik kijken. Kom naar Hello Dolly. Ja, nee. Ja, ik moet wel zeggen, dit is een concert. Het is echt leuk. Ik bedoel, mensen die echt niet houden van musical denken, ja, gadver, echt niet. En die dit, dus deze voorstelling, die Best of Broadway, want het is een concert, echt gewoon heel leuk vinden. Want het wordt snel aan elkaar gepraat. Ja. En je krijgt lekker muziek bekende, erin. Onbekende hits. Staan toppers allemaal te zingen. Een topband en backings, Close Harmony. Nou ja. A cappella dingen. Wij kunnen geen betere reclame maken als zij. Nee, dan hopelijk komt Pia nog erbij in elk geval. Dat Pia nog ja, dat komt. Zou leuk zijn. Maar dan zijn jullie met z'n zevenen, dat wordt voor mij alleen maar mooier en spectaculair ja, te zien. Zeker. Toch? Ja. De musical-liefhebbers kunnen jou de komende weken nog zien in Best of Broadway. De voorstelling toert nog tot en met 16 juni langs de Nederlandse theaters. Ga checken. Elke week gaat René van social media platform Rumach speciaal voor onze straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week in Apeldoorn. René, goedemorgen. Wat is jouw quote vandaag? Goedemorgen jongens, ik heb een quote. Zou je voor mij willen voorlezen? Ja, zeker. Game of Thrones gezien. Kut, hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrecht morgen. Ja, hebben we Game of Thrones gezien? Ja, die heb ik gezien, ja. En was het kut, hè? Ja, dat was echt kut, ja. Ja, echt? Hij liep heel slecht af. Ja, is het een afrader, als je nog moet beginnen? Nee, je moet hem wel zien. Dat wel? Ja, je moet hem wel zien, want het is een prachtige serie. Maar die laatste aflevering vond ik echt zo... belabberd. Ja, vreselijk. En naast Game of Thrones, gaan we stemmen morgen? Ja, gaan we zeker stemmen, ja. Dus je bent aardig up-to-date? Ja, dat probeer ik wel, ja. Nou, dat is wel aardig gelukt, moet ik zeggen. Oh, dank je. Vanochtend hebben we over mensen gevraagd en die waren meer up-to-date van het stemmen dan bij Game of Thrones. Game of Thrones gezien, kut, hè? Misschien toch maar gebruik maken van je stemrecht morgen? Heb je Game of Thrones gezien? Nee. Nee, daar kijk ik niet naar. Niks aan? Ik zou niet eens weten waar ik het zou kunnen vinden op televisie. Ga je het wel kijken? Dan denk ik het ook niet. Game of Thrones wel gezien, ja. Kut einde? Ja, op zich. Ga je petitie tekenen? Ja, heeft niet heel veel zin als je 17 bent. Je kan toch wel petitie tekenen voor Game of Thrones? Ja, petitie tekenen, maar ja... Om vind je het nou nodig? Alleen te doen? Nee, niet zo. Gaat u morgen stemmen? Nee. Toch belangrijk, ook voor u? Nou, maar ik ga niet stemmen. U gaat niet stemmen? Nee. Geen behoefte aan? Nee. Weet u wel waarvoor we moeten stemmen morgen? Nee, ik moet niet mee bezighouden. Jammer genoeg, ik moet weg. Ik moet werken morgen. Jammer dan. Wegstem. Wegstem, ja. Helaas. Elke stem is belangrijk. Gebruik je stemrecht. Moet je wel doen, want anders wordt het net zo'n zootje hier als in de Game of Thrones. Ja. Hij heeft zo gelijk. Ja, hij heeft absoluut gelijk. Ja. Zeker gaan stemmen mensen als het even kan. Straks om 11 uur kun je op onze site en in de app live een bijzondere operatie volgen. Specialisten van het Catharinus Ziekenhuis in Eindhoven, waar anders, zetten een robot in. In Eindhoven is onze verslaggever Noël van Hooft. Noël, wat gaat er straks precies gebeuren? Ja, je zei het al, om 11 uur gaan we een live robotoperatie uitzenden. Een vrouw met baarmoederhalskanker wordt geopereerd zometeen. Eerder zijn de kankercellen al verwijderd. Alleen het vermoeden bestaat dat niet alle cellen weg zijn. En daarom moet nu de hele baarmoeder verwijderd worden. En dat gebeurt dus met een operatierobot. En die dus op afstand bediend wordt. En waarom kan die niet op een traditionele manier, gewoon standaard, geopereerd worden? Nou, een operatierobot is nauwkeuriger, er is minder bloedverlies en ook voor de arts is het makkelijker, want die kan er beter bij en hij heeft ook beter zicht. Oké, nou kunnen kijkers ook nog tijdens de operatie vragen stellen live aan de gynaecoloog. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Ja, we gaan echt die operatie uitzenden zodat de kijkers vragen kunnen stellen. Dat gaat dus via een WhatsApp-nummer. En dan gaan wij die vragen beantwoorden. Er staat een arts dadelijk ook naast mij die dan alle vragen van de kijkers gaat beantwoorden. En dat kan dus via WhatsApp. En die uitzending begint dus om 11 uur en die gaat ongeveer 1,5 tot 2 uur duren. Kun je een beetje tegen bloed, Noël?
Ja, ik heb eerder een live operatie gedaan voor het AD. Dus het moet goed komen. Daar heb ik suiker, colaatje erin. Dat moet goed komen. Succes, sterk ook. En zeker ook voor de patiënt natuurlijk. Ja. Nou, Nederland mag het Songfestival organiseren. En grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Maastricht duiken daar natuurlijk gelijk bovenop. Maar wordt het ineens steeds voor de underdog? Roel Maaldering trok voor Foxpop naar het Gelderse Lochem. Gefeliciteerd met Duncan Lawrence. Dankjewel. Het Songfestival. Ja, zeker. En dat betekent dat we het ook zelf mogen organiseren. In Lochem. Lochem? Lochem. Songfestival in Lochem? Ja, waarom niet, hè? Hello, Eurovision. Hello, Eurovision. You people, you can all come to Lochem. Herzlich welkom. Welkom in Lochem. Book your ticket and come over here. See you. Ik vind het zo mooi. Wij gaan er nog om, dat is zeker. Dit en meer vandaag op onze site. En het wordt een stuk zonniger dan gisteren. Maximaal 18 graden en daardoor kans op hooikoorts. Heb je tabletjes bij je? Nee, maar mijn dochter hopelijk wel, want die heeft daar wel last van. Nou. Ach, godverdomme. Dames, bedankt dat jullie er waren. Heel fijn dat je mag praten. We zijn er nog tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot dan. Morgen zijn wij er weer. Ja, gezellig.